Dear participants, beste deelnemers, chers participants, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de clôture du projet Improving Equality Data Collection in Belgium. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'a été demandé de vous faire part de quelques communications de service afin que vous puissiez assister à cette conférence dans des conditions optimales. Vous avez accès à la traduction vers le français en cliquant sur Interprétation et ensuite choisir la langue souhaitée. To assist this conference in English, you are invited to click Translation and to choose English. Voor het volgen van deze conferentie in het Nederlands, gelieve de knop Vertaling aan te klikken en daar Nederlands te selecteren. Le son et la vidéo des participants est automatiquement coupé. Nous vous invitons à utiliser le chat en cas de soucis techniques. Toutes les questions et commentaires portant sur le contenu de la conférence peuvent être mis dans l'espace Q&A. Surtout, n'hésitez pas à liker les questions ou remarques qui vous plaisent. Pendant la session Q&A, ce sera plus facile pour nous de déterminer quelles sont les questions auxquelles on devrait donner priorité. La conférence sera enregistrée et diffusée en live sur YouTube. Si vous souhaitez communiquer via Twitter, on vous invite à utiliser le hashtag IEDCB et hashtag EqualityData. As for today's program, I would like to start by giving you a history of this project. How did we come to launch it and what specifically prompted us to do so? Next, I would like to give the floor to Els Keetsman, co-director of UNIA, who will introduce the project itself. Then the two project leaders at UNIA, Louise Gallier and Rachel Warnier, will present the IEDCB project in detail. Based on their presentation, you are invited to submit your questions about the project via the Q&A application in Zoom. During the break, we will sort this out, and after the break, Louise and Rachel will answer your questions. Then, Patrick Charlier, co-director of UNIA, will lead the panel debate where we will hear the reflections of civil society. Finally, I will summarize the conference briefly and then give the floor to our Secretary of State, Sarah Schlitz, for the closing speech. We zijn zeer verheugd u vandaag, het zij fysiek, het zij online, van harte welkom te mogen heten op deze slotconferentie van het project Improving Equality Data Collection in Belgium. Het voorbije jaar hebben we met het project zonder twijfel een heel interessant, intens en leerrijk traject doorlopen, dankzij de grote inspanningen en bijdragen van tal van jullie. Maar dit project komt uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. 5 jaar terug, bij het ontstaan van onze cel Gelijke Kansen, toen de nieuwe federale Gelijke Kansenadministratie, werden we in tal van dossiers geïntroduceerd. Al snel werd duidelijk dat, of het nu ging om de voorbereiding van het LGBTI-actieplan of het Nationaal Actieplan tegen Racisme, internationale rapportage of deelname aan internationale of supranationale fora, equality data kwamen steeds terug als aandachtspunt en vooral een werkpunt voor België. In februari 2018 heeft de High Level Group on Non-Discrimination van de Europese Commissie de Subgroup on Equality Data opgericht. Deze werkgroep helpt de EU-lidstaten om de verzameling en het gebruik van gelijkheidsgegevens te verbeteren. Onze cel maakt er sinds de opstart deel van uit. De Europese Commissie heeft de FRA, het bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten, gevraagd om het werk van deze subgroep te faciliteren. Intussen heeft deze subgroep guidelines uitgewerkt om dataverzameling en het gebruik van equality data te verbeteren. Ook werkte ze een mapping tool uit en een compendium van goede praktijken van de lidstaten. Deze drie instrumenten vormden alvast een zeer welkome basis en startpunt voor het ontwikkelen van het project dat vandaag voorgesteld wordt. En 2019
notre cellule a contacté une IA pour demander s'il était intéressé de soumettre conjointement une demande de projet sur les données relatives à l'égalité dans le cadre du programme Rights, Equality and Citizenship de DG Justice de la Commission européenne. Nous étions très heureux quand une IA soit prête à relever ce défi avec nous et tout aussi heureux lorsque nous avons appris que la Commission voulait cofinancer notre projet. Ainsi, nous avons pu lancer ce projet ensemble il y a un an. Graag geef ik nu het woord aan Els Keetsman, co-directeur van UNIA, die het project zelf en het belang ervan nader zal toelichten. Merci beaucoup, Tine, pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue aux personnes présentes ici dans la salle et je voudrais certainement souhaiter la bienvenue à toutes et à tous qui écoutent et regardent de distance. J'aimerais enfin m'étendre sur l'importance des Equality Data, sur la manière dont nous, à UNIA, travaillons déjà aujourd'hui avec les données sur l'égalité et aussi pourquoi le projet que nous avons mené avec la cellule et dont nous vous présentons les résultats aujourd'hui est si important. Nu, als gelijkheidsorgaan en mensenrechteninstelling is het onze opdracht, is het onze missie om te werken aan meer gelijkheid en om discriminatie in onze samenleving te bestrijden. En om die opdracht goed uit te voeren, zijn equality data een zeer belangrijk instrument. Het belang van equality data, zowel voor ons als voor de samenleving in haar geheel, kan inderdaad niet overschat worden. Om te beginnen zijn zulke data belangrijk om gelijkheid of ongelijkheid in onze samenleving te monitoren. En dit op verschillende domeinen. Denk aan arbeidsmarktparticipatie, denk aan onderwijsdeelname of nog gezondheid, enzovoort. Equality data laten dan toe om situaties van ongelijkheid en discriminatie te objectiveren. Immers, meten is weten. Om problemen te kunnen identificeren en ze op te lossen, is de eerste stap uiteraard beschikken over correcte en volledige gegevens. We hebben equality data dus nodig om zicht te krijgen op het structurele karakter van ongelijkheid en discriminatie en om dat aan te tonen. Zo wordt het te bereiken doel zichtbaar en duidelijk. In een klimaat waarbij de waan van de dag vaak de mediatieke en politieke debatten overheerst, zijn equality data nodig om aan beleidsvorming te doen op basis van feiten. Equality data maakt dat mogelijk. Een beleid gericht op meer gelijkheid en op het bestrijden van discriminatie voer je inderdaad best niet blind of op basis van een buikgevoel. Het is beter om het te baseren op een precies beeld van de realiteit. Equality data laten ook toe om de impact van het beleid te monitoren. Data kunnen gebruikt worden om beleid te evalueren en waar nodig en tijdig bij te sturen. Met andere woorden, je vaart niet langer blind, je vaart recht op je doel af. En tot slot, equality data laten ook toe om verborgen vormen van discriminatie zichtbaar te maken. We hebben het dan over de niet gerapporteerde discriminatie en dat kan bijvoorbeeld via slachtofferenquêtes of discriminatietests te voeren. Zoals gezegd, als gelijkheidsorgaan en mensenrechteninstelling, voor ons vormen equality data een zeer belangrijk instrument. Data en onderzoek zijn fundamenteel voor UNIA in de strijd tegen ongelijkheid en discriminatie. En het is ook een uitdrukkelijke opdracht voor ons. Artikel 4 van het samenwerkingsakkoord dat ons heeft opgericht, vermeldt duidelijk dat we ook studies en onderzoeken kunnen laten uitvoeren. Om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt op basis van origine aan te tonen, brengen we bijvoorbeeld om de 2 jaar de socio-economische monitoring uit. We doen dat in samenwerking met de FOTWAZO. En door dat regelmatig te doen, ondertussen werd een 4e editie gepubliceerd, opnieuw rijker, opnieuw verfijnder, ook wat gefocust op een aantal deelthematieken, kunnen we meten of er doorheen de tijd meer gelijkheid is gerealiseerd op onze arbeidsmarkt. Een ander voorbeeld zijn onze diversiteitsbarometers. Er is reeds de diversiteitsbarometer onderwijs, eentje voor het domein werk en één voor het domein huisvesting. In die verschillende domeinen hebben we ongelijkheid en discriminatie in kaart gebracht.
En een laatste voorbeeld. Elk jaar publiceren we heel gedetailleerde data over meldingen die bij UNIA toekomen. Samen met het gedetailleerde jaarverslag en cijferverslag, een verslag waarbij we per beschermd criterium en per domein tendensen kunnen ontwaren, hebben we dit jaar bovendien een nieuwe dynamische tool op onze website ontsloten waarmee u zelf aan de slag kan gaan met deze data. Ik nodig u heel graag uit om een kijkje te nemen op onze website en het zelf uit te proberen. Al onze data laten toe om bepaalde evoluties en de ernst van de situatie met betrekking tot aan ons gerapporteerde discriminatie in beeld te brengen. En ook om zicht te krijgen op fenomenen zoals hate crime en hate speech. Maar uiteraard zijn meldingen slechts het topje van de ijsberg. En zo kom ik tot de noodzaak en ook het belang van dit project. Het is een oud zeer. En het project heeft het ook aangetoond. De situatie in België op vlak van equality data kent een aantal tekorten. Er zijn wel bepaalde gegevens beschikbaar, in bepaalde domeinen zelfs heel veel. Maar er zijn evengoed domeinen waar er heel weinig gegevens zijn. Neem nu het domein van de gezondheidszorg. Uiteraard een domein waar redelijk wat gegevens verzameld worden. Maar denk aan de vraag of mensen met een andere origine wel gelijke toegang hebben tot de gezondheidszorg. We hebben een vermoeden van niet, maar eigenlijk weten we het niet. Er zijn te weinig data over. Een tweede probleem is dat de gegevens versnipperd zijn. En daarbij aansluitend zijn er ook problemen en is er ook versnippering wat betreft de gebruikte definities en conceptualiseringen binnen equality data. Al die bronnen zijn verspreid over verschillende instanties, waardoor het heel moeilijk is om ze terug te vinden. Er is dus geen overzicht. Er was dus geen overzicht. Om stappen vooruit te zetten in de ontwikkeling van equality data, moet er eerst dat overzicht zijn van wat er allemaal bestaat en we moeten een goed beeld hebben over wat precies de hiaten zijn. Wel nu, dit project heeft een inventaris gemaakt om op basis daarvan de hiaten te identificeren. Het is een basis om van daaruit kwaliteitsvolle equality data te ontwikkelen. En een zeer concreet en nuttig resultaat is de ontwikkeling van een tool, namelijk de Data Hub, die een overzicht geeft van de bestaande data. Parallel brengen we ook een rapport uit met aanbevelingen. Ik eindig deze korte inleiding graag met de uitdrukkelijke wens van UNIA om deze Data Hub up-to-date te houden en indien mogelijk zelfs uit te breiden. Daarvoor hebben we uiteraard wel middelen nodig en we hopen die ook te vinden. Rest nog een heel kort woordje van dank aan iedereen die het project mogelijk heeft gemaakt. Aan de collega's van de CEL voor de mooie samenwerking die we hier hebben bewerkstelligd. En uiteraard aan alle medewerkers bij UNIA die dit project hebben meegerealiseerd. Ik laat nu heel graag het woord aan mijn collega's Louise en Rachel. Zij waren mededrijvende krachten in dit project. En als belangrijkste auteurs van het rapport met aanbevelingen zullen ze meer uitleg geven bij het project en de resultaten daarvan. À vous la parole. Bedankt, Tine, bedankt Els voor de introductie. Louise en ik gaan vandaag inderdaad het werk presenteren dat we met het hele team IEDCB het afgelopen jaar hebben verricht. Ik probeer de PowerPoint. Oké, is zichtbaar, voilà. We gaan starten met een introductie en in die introductie gaan we de doelstellingen, de resultaten of de output en de werkwijze van dit project toelichten. Daarna presenteren we jullie een eerste heel concreet resultaat van dit project, namelijk de Data Hub. We gaan verder met het benoemen van een aantal geïdentificeerde lacunes in equality data en we focussen vervolgens op de operationalisering van persoonskenmerken in equality data. En dan zullen we eindigen met een aantal aanbevelingen die we in het rapport gepresenteerd hebben om equality data in België te verbeteren.
Centraal in dit project staan dus equality data en het verbeteren van equality data in België. Dus ik begin met een woordje uitleg over wat zijn equality data nu eigenlijk. Equality data zijn alle nuttige gegevens die gelijkheid of ongelijkheid kunnen beschrijven en analyseren. Alle nuttige gegevens, dat kan dus heel breed zijn. Dat kunnen ook gegevens zijn die aanvankelijk niet bedoeld waren om ongelijkheid te beschrijven of analyseren. Die gegevens kunnen kwalitatief en kwantitatief zijn en die kunnen uit heel veel verschillende soorten bronnen afkomstig zijn. Ik denk dan aan officiële gegevens zoals administratieve databanken, slachtofferenquêtes, klachten, discriminatietests, diversiteitsmonitoringen en kwalitatief onderzoek. Je begrijpt al snel dat het over een heleboel data kan gaan. We hebben die definitie uiteraard niet uit onze duim gezogen, maar die is gebaseerd op de guidelines, waar Tine daarnet ook al naar verwees, van de subgroep on equality data. De guidelines on improving the collection and use of equality data. Dat zijn richtlijnen waarop wij ons ook gebaseerd hebben voor dit project, maar waar Louise straks nog iets meer over zal zeggen. Om het een beetje concreter te maken, maar Els heeft ze daarnet ook al naar verwezen, een concreet voorbeeld van equality data is bijvoorbeeld de socio-economische monitoring van UNIA en de FOTWAZO. In die monitoring brengen we de arbeidsmarktparticipatie in kaart naar origine van personen. En op die manier geven we dus een beeld van ongelijkheid op de arbeidsmarkt. En dat is dus een typisch voorbeeld van equality data. Nu, de doelstellingen van dit project, globaal genomen, is de doelstelling het versterken van de verzameling en het gebruik van equality data in België. Dat is een algemene, brede doelstelling. Maar we hebben ook 3 meer concrete outputs of producten met dit project. En om de equality data ontwikkeling in België te verbeteren, was het natuurlijk aanvankelijk als eerste stap heel belangrijk dat we een overzicht kregen van ja, welke data bestaan nu eigenlijk. Want als je geen overzicht hebt, dan is het ook heel moeilijk om te weten wat missen we dan exact. Dus in een eerste stap hebben wij een inventaris gemaakt van de bestaande equality data in België. Dat was een eerste resultaat. Vervolgens hebben we op basis van die inventaris, maar ook input van stakeholders, een rapport geschreven waarin we een aantal lacunes identificeren en aanbevelingen doen. En dat rapport en de resultaten daarvan presenteren jullie vandaag natuurlijk. En tot slot hebben we de inventaris ook getransformeerd in een online datahub. Die datahub centraliseert dus alle equality data die wij geïnventariseerd hebben en is vrij toegankelijk voor iedereen, maar ook daar zullen we straks meer uitleg over geven. In dit project hebben we ons gefocust op 3 groepen van criteria. Het was een project van 1 jaar en dat betekende ook dat we ons werk moesten afbakenen om het haalbaar te houden en dat we niet alle criteria konden meenemen. De eerste groep criteria waarop we ons gefocust hebben is de zogenaamde raciale criteria, dus zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische origine. Een tweede groep was geloof en levensbeschouwing. En een derde groep seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksenkenmerken. Het is hierbij belangrijk te melden dat die laatste 3 kenmerken, dus genderidentiteit, genderexpressie en seksenkenmerken, geen deel uitmaken van de antiracisme- en antidiscriminatiewet, zoals de andere criteria, maar wel van de genderwet, waarvoor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bevoegd is. En we willen het instituut dan ook bedanken voor hun samenwerking doorheen dit project. Nu vragen jullie zich waarschijnlijk af, ja, waarom hebben we specifiek op die 3 groepen criteria gefocust? We hebben gekozen voor de zogenaamde raciale criteria, omdat we weten dat daar heel veel gegevens over bestaan. Maar er is geen overzicht. Het is moeilijk te weten wat er bestaat, wat er niet bestaat en waar die te vinden zijn. Bovendien worden er in België ook heel veel verschillende definities gebruikt, heel veel verschillende manieren om die criteria te meten. En dus is er nood aan coördinatie en harmonisering op dat vlak. Bovendien is het ook de groep waarvoor UNIA de meeste meldingen ontvangt.
Vervolgens, en daaraan gelinkt, hebben we gekozen voor de groep religie en levensbeschouwing, omdat discriminatie op basis van de zogenaamde raciale criteria heel vaak focust met religie en met religie en levensbeschouwing. En dus als we die groep niet zouden meenemen, dan zouden we ook een aantal blinde vlekken hebben in onze inventaris en equality data. En tot slot hadden we gekozen voor seksuele geaardheid en genderidentiteit, omdat die heel vaak voorkomen in transversale beleidsinitiatieven, maar dat er vaak te weinig data en onderzoek zijn om goed beleid op te baseren. En na consultatie met onze klankbordgroepen, waarover straks ook meer, hebben we dan ook beslist om genderexpressie en seksenkenmerken nog toe te voegen, omdat ook daar heel weinig data over zijn en omdat die heel vaak samen voorkomen in bronnen met genderidentiteit. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat dit project een eerste stap is in de ontwikkeling van hopelijk een duurzamere strategie rond equality data. En we dus hopen dat we dit project of die inventaris ook kunnen uitbreiden naar andere criteria, want uiteraard is dit ook heel belangrijk voor andere criteria. Voilà, en dan geef ik het woord aan Louise. Merci Rachel. Donc un mot maintenant sur notre méthodologie. Donc, nous avons utilisé pour la méthodologie de ce projet les Guidelines on Improving the Collection and Use of Equality Data. Donc, ce sont des guidelines qui sont écrits par le Subgroup on Equality Data, dont Tin vous a déjà parlé. Donc, de là vient notamment la définition des Equality Data. Par ailleurs, ces guidelines se focusent très fort aussi sur la Human Rights Based Approach to Data, donc l'approche des données fondées sur les droits humains. Donc c'est une approche qui émane du Haut Commissariat aux droits de l'homme et qui constitue un ensemble de principes ayant pour but d'améliorer la collecte et l'utilisation des données et des statistiques en respect avec les normes internationales et les normes de droits humains. Et donc, c'est quelque chose forcément qui a inspiré l'ensemble de ce projet. Donc, nous avons, Tin l'a également cité, nous avons reçu avec ces guidelines un mapping tool, qui est donc en fait un outil d'inventaire, donc qui est en fait un fichier Excel dont vous voyez juste un screenshot ici. Donc, dans les colonnes, nous avons les différents critères, les différents domaines, les différentes catégories d'informations que nous avons récoltées sur chaque source de données. Et en fait, chaque ligne du fichier Excel est une source de données. Donc, c'est comme ça qu'on a réalisé cet inventaire. Alors, très important dans la Human Rights Based Approach to Data, c'est la question de la participation. C'est un principe vraiment essentiel qui revient tout le temps et qu'on a vraiment essayé d'inclure à tous les moments du projet. Donc, tout d'abord, via nos groupes consultatifs. Donc, nous avons été suivis tout le long du projet par 5 groupes consultatifs en fonction des critères et des langues. Avec à la fois des représentants des institutions publiques et de la société civile en tant que producteurs et utilisateurs de données. Donc vous voyez ici notre planning. On a eu 3 réunions, on a reçu du feedback. D'ailleurs, je tiens à les remercier aujourd'hui beaucoup pour leur travail, ainsi qu'à ceux qui sont dans la salle, donc merci. Et nous avons également essayé de faire un crowdsourcing le plus large possible, donc d'aller vraiment, nous avons envoyé 2 enquêtes pour récolter non seulement des informations sur des nouvelles sources de données que nous ne connaîtrions pas, mais également des informations de fond sur la sensibilité autour des equality data, sur la manière dont l'intersectionnalité par exemple est implémentée ou pas, des choses comme ça. Donc là aussi, merci à nos répondants et merci aux experts que nous avons interviewés et qui nous ont permis de vraiment avancer dans le rapport. Alors, voilà, la majeure partie du projet, c'était quand même la source de recherche proactive. Donc, ça nous a pris énormément de temps pour collectionner le maximum de sources de données et pour vous livrer un inventaire le plus complet possible. Et bien, justement, je pense que maintenant... ah oui, donc... C'est pas maintenant, pardon, je pensais vous présenter le Data Hub, mais d'abord, je vais vous présenter les critères de sélection qu'on a utilisés
pour sélectionner les sources de données qui rentraient dans notre inventaire. Parce que quand même en Belgique, il y a énormément de données sur l'égalité, aussi parce qu'on a choisi une définition très large des données sur l'égalité. Donc le rapport, des rapports annuels d'associations, ce sont des données égalité pour nous. Également toutes les bases de données administratives. Donc ça fait quand même énormément de publications. Et donc on a dû fonctionner avec des critères de sélection. Donc le premier critère, c'était évidemment de savoir si la source de données contenait des informations sur un de nos trois groupes de critères, comme Rachel vous a expliqué. Ensuite, c'était de savoir si la source de données était accessible publiquement, c'est-à-dire accessible sur Internet simplement ou via une simple demande. Nous avons sélectionné aussi les sources à partir de 2010 afin de rendre le travail faisable en un an. Et nous nous sommes limités au type de données qui sont repris dans les guidelines. Donc, il s'agit des enquêtes, des données de recensement, des bases de données administratives, des données sur les plaintes, des données issues de tests de discrimination, de monitoring, d'enquêtes de victimisation et de recherche qualitative. Alors, un gros producteur de données equality, de données sur l'égalité en Belgique, c'est évidemment le monde académique. Alors, on a été longtemps confrontés avec la question de qu'est-ce qu'on fait. Malheureusement, donc, pour la faisabilité du projet, ce n'était pas faisable de faire une analyse de la littérature, de tout ce qui s'écrivait sur l'inégalité et la discrimination en Belgique, parce qu'il y a beaucoup. Et également, souvent, ces sources de données ne sont pas publiques, parce qu'elles sont derrière des firewalls payants. Donc, ça tombait évidemment en dehors de nos critères. Donc, nous avons choisi un critère supplémentaire qui est celui de prendre la source académique si elle a été publiée par un tiers. Voilà. Et donc, si l'ensemble de ces critères si on répondait à l'ensemble de ces critères, nous prenions donc la source de données dans l'inventaire. Alors, voilà, maintenant, c'est bien le moment où je vous présente le Data Hub. Alors, voilà, donc on est très heureux de vous présenter ce Data Hub, déjà, parce que ça a été vraiment beaucoup de travail, également avec notre partenaire informatique, là, comme chez nous. Donc, on est vraiment très contents de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Et je vais juste vous montrer, à l'aide d'un exemple, comment il fonctionne. Donc, imaginons que je cherche des sources de données sur l'orientation sexuelle dans le domaine de l'emploi, par exemple. Et bien simplement, je vais venir ici dans les critères qui sont indiqués, dans les filtres qui sont indiqués, et je vais venir cocher orientation sexuelle. J'ai déjà la liste qui s'affiche et je coche également emploi. Voilà, pour avoir les sources de données qui proposent à la fois des informations sur l'orientation sexuelle et dans l'emploi. Alors, j'ai également un assez grand nombre de filtres avancés. Donc, tout d'abord, un champ de recherche libre où vous pouvez taper des choses et ça va chercher notamment dans le titre de la publication. Nous avons la couverture géographique des données, c'est-à-dire en fait sur quoi portent les données, enfin sur quelle partie de la Belgique portent les données, la langue de la source de données, l'année de publication des données, le type de données et enfin deux informations complémentaires ici. Donc, dans la source de données, est-ce qu'on trouve des informations sur les expériences de discrimination ou bien est-ce qu'on trouve des informations sur les crimes de haine ou les discours de haine? Alors, je continue mon exemple, donc je regarde un peu la liste, et disons que je suis particulièrement intéressée par le survey européen, donc ici, EU LGBTI2.
J'ai deux choix à partir de cette liste. Le premier, c'est de cliquer ici directement sur le petit onglet qui indique la langue et je tombe directement sur la source de données elle-même. Donc ici, je peux télécharger le rapport, le questionnaire, par exemple. Et j'ai également le choix de cliquer sur « Plus d'informations ». J'arrive sur une nouvelle page où est repris l'ensemble des informations qu'on a collectées sur la source de données, donc qui sont les mêmes informations qui se trouvent dans les filtres avancés. Donc, l'année de publication, la langue, la couverture géographique des données. Et également, un onglet de remarques. Rachel? Ja, en dan vul ik nog verder aan. Als je naar beneden scrolt op deze pagina, dan vind je ook een contactformulier. Hè, dus vous voulez contribuer, wil je nog iets aanvullen? Als je op dat contactformulier klikt, voilà, dan kan je dat invullen. En de bedoeling hiervan eigenlijk, en dat is wel belangrijk dat we dat ook uitleggen, is dat jullie ons kunnen helpen, hè, of dat iedereen die data gebruikt of produceert, ons kan helpen om eventueel wijzigingen aan de databron mee te delen of een update. Als je dus op het formulier klikt of rechtstreeks van de specifieke pagina, dan komt het onderwerp of dan komt de titel van die databron als onderwerp en dan hoef je dus ook niet meer telkens te herhalen over welke databron je het hebt. Daarnaast is er ook op de hoofdpagina een mogelijkheid om te klikken op het contactformulier als je een algemene aanvulling hebt. En die aanvullingen komen dan bij ons terecht en wij kunnen dan selecteren welke effectief volgens onze criteria in de inventaris komen. Want het is uiteraard de bedoeling en het is heel belangrijk dat we de data hub up-to-date kunnen houden en wij zullen daar zeker zelf inspanningen voor doen. Maar het is ook altijd al jullie hulp is uiteraard zeer welkom en bij deze ook een oproep om eventuele aanpassingen of updates of nieuwe databronnen aan ons te melden. Op de pagina zie je ook een klein beetje uitleg over de manier waarop we de datahub hebben samengesteld. Er is ook een link naar een webpagina waar je meer uitleg vindt over het project en waar ook het rapport te vinden is. Dus op die pagina kan het rapport volledig gedownload worden. In het rapport staat uiteraard ook de methodologie van onze inventaris en onze datahub. Voilà, dat is de pagina op de website van Unia. En daarnaast hebben we ook de bedoeling om nog een soort legendepagina te maken of een soort handleiding. Die zal heel binnenkort ook verschijnen over hoe de datahub in elkaar zit. Die uitleg staat ook in het rapport, maar we willen nog een korte versie toevoegen op de datahub zelf. Voilà. Dan keren we terug naar onze PowerPoint. Oké. Dan kan ik met de beeldjes. Ja, perfect. Dus op basis van de inventaris die jullie kunnen consulteren in de datahub die we zo net hebben getoond, hebben wij een aantal lacunes geïdentificeerd. Maar belangrijk is, we hebben dat niet enkel op basis van de inventaris gedaan, maar we hebben dat evengoed gedaan op basis van alle input dat we hebben gekregen van experts en van de klankbordgroepen en via de enquêtes. De volledige lijst van lacunes die vind je uiteraard in ons rapport, maar we gaan hier vandaag een aantal van de belangrijkste presenteren. En ik start met de presentatie van de tabel op basis van onze inventaris over het aantal bronnen per criterium. En daar valt meteen op dat er het meeste bronnen informatie bevatten over origine, migratieachtergrond, afkomst en andere raciale criteria. Dat is niet helemaal onverwacht, hè. We weten dat daar vrij veel gegevens over zijn. En we hebben die categorie ook vrij breed gedefinieerd voor het invullen van onze inventaris. Daarnaast zien we dat er ook veel bronnen zijn met informatie over nationaliteit. Een heel pak minder over huidskleur. Er zijn ook minder bronnen die over religie en geloof en levensbeschouwing gaan en seksuele geaardheid. En dan tot slot zien we genderidentiteit, genderexpressie en zeker seksenkenmerken is er een relatief laag aantal bronnen. En dat brengt mij dan ook tot de eerste concrete lacune. Dat is namelijk dat er in het algemeen vrij weinig data zijn over seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie en seksenkenmerken.
En dus dat er meer data nodig zijn, meer onderzoek over deze criteria, zodanig dat beleid daarop kan gebaseerd worden. Een eerste concrete nood is dat er meer data nodig zijn over het hele spectrum van seksuele oriëntatie. We zien dat er relatief veel databronnen zijn, bijvoorbeeld over homomannen, maar heel wat minder over lesbische vrouwen of biseksuele personen. Dus dat is een oproep om het hele spectrum mee in rekening te nemen bij het ontwikkelen van data. Een tweede concrete nood is data over genderidentiteit en transgender personen. En een heel concrete lacune dat we daarbij zien, is dat er vroeger bestonden er data over voornaamswijzigingen met motivatie genderidentiteit. En tegenwoordig bestaan die niet meer door een wijziging in de bevoegdheid. Zijn de bevoegdheden overgeheveld voor die voornaamswijzigingen, de registratie van die voornaamswijzigingen naar de ambtenaren en de gemeenten, of de ambtenaren bij de gemeenten. En daardoor worden die niet meer centraal bijgehouden, of kunnen die althans niet meer centraal opgevraagd worden, uitgesplitst naar de motivatie. Dat betekent dat er op dit moment geen centrale data niet meer zijn over de voornaamswijzigingen met motivatie genderidentiteit. Nochtans zijn dat heel interessante data, omdat die natuurlijk een zicht geven op het aantal mensen die zo'n wijziging doet en die dus... En dat gaat dus breder dan bijvoorbeeld het aantal mensen die geslachtsregistratie aanvragen, want bijvoorbeeld non-binaire personen die vragen geen juridische wijziging van hun geslacht aan, omdat ze niet enkel kunnen kiezen tussen man of vrouw, maar ze kunnen wel kiezen voor een, bijvoorbeeld voor een neutrale naam. Dus dat is een belangrijke, concrete lacune. Vervolgens voor seksenkenmerken, zoals je daarnet zag in de tabel, hebben we maar 8 databronnen opgenomen. En is er dus meer data nodig. En specifiek ook meer data waarbij de betrokken groep intersexe personen zelf participeren. Over welke soort data zijn er nu exact nodig en hoe brengen we die precies in kaart? Hoe meten we precies? Voor de volgende groep, de zogenaamde raciale criteria, hebben we gezien in de tabel dat er algemeen vrij veel data zijn, zoals we ook verwacht hadden bij het begin van het project. Maar dat we voor bepaalde domeinen toch data missen. En meer specifiek in het domein gezondheid, ook Els verwees er daarnet al naar, dat kwam naar boven ook uit onze crowdsourcing, voor het domein gezondheid missen we data over ongelijkheden in gezondheid, ongelijke toegang tot gezondheid, discriminatie in de gezondheidszorg of mogelijke discriminatie in de gezondheidszorg. Maar ook bijvoorbeeld data over het differentiële impact van gezondheidszorg. Want zelfs als er geen ongelijke toegang zal zijn tot gezondheidszorg, dan nog kan het zijn dat de gezondheidszorg op een andere manier verschillende doelgroepen impact geeft, omdat de zorg bijvoorbeeld niet aan die doelgroep is aangepast. En dat zijn heel belangrijke data, zodanig dat de zorg wel kan aangepast worden. Dat kwam ook naar boven, dat gebrek aan data tijdens de coronacrisis, waar al tijdens de eerste lockdown in andere landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, bleek dat er data waren over het feit dat mensen met een migratieachtergrond harder getroffen werden. In België zijn die data er niet. Maar onlangs werd door onderzoekers van de VUB wel een studie gepubliceerd en die heb ik hier, of een artikel daarop gebaseerd, heb ik hier op de slide gezet, waaruit ook indicaties komen dat ook in België mensen met een migratieachtergrond harder zouden getroffen worden. Maar we weten niet precies hoe dat komt, wat de mechanismen daarachter zijn. En daarvoor hebben we meer data nodig om dat in kaart te kunnen brengen, meer data over gezondheidszorg en de toegang tot gezondheidszorg. Vervolgens merken we ook dat er in het domein justitie en politie een gebrek is aan degelijke data. Data met betrekking tot politiegeweld, politieacties, racisme en discriminatie. Zo kunnen we fenomenen zoals etnisch profileren beter in kaart brengen en ook beter aanpakken. Op dit moment is dat heel moeilijk omdat er weinig exacte data zijn. En ook een rapport van de Algemene Inspectie Politie bracht het onlangs aan. Er zijn meer data nodig over illegitiem politiegeweld, racisme en discriminatie. Pas als we weten hoe groot het probleem is, dan kunnen we het ook aanpakken. Vervolgens, ook voor Roma- en woonwagenbewoners, is er een gebrek aan kwaliteitsvolle data. En dat komt eigenlijk naar voren in internationale aanbevelingen. Telkens krijgt België de aanbeveling dat er meer kwaliteitsvolle data nodig zijn over deze groep om een degelijk beleid op te kunnen baseren.
voor religie en levensbeschouwing merken we dat er ook relatief weinig data zijn, maar dat er vooral nood is aan data over discriminatie op basis van deze criteria en op hate crime en hate speech op basis van deze criteria. Het is ook, we zien ook dat dat een belangrijk fenomeen is, want het is in de meldingen bij UNIA de derde grootste groep, maar toch hebben we nog niet een volledig zicht daarop. En vervolgens ook data over fenomenen zoals islamofobie en antisemitisme zijn nog heel beperkt in België. Een voorbeeld op Europees niveau is de FRA-survey uit 2008 over antisemitisme. En dus bij deze ook een oproep om ook in België daar werk van te maken. Vervolgens over het type data hebben we ook een aantal lacunes geïdentificeerd. Ten eerste zien we dat er nog steeds weinig discriminatietesten worden gedaan. Nochtans, of beter bekend als praktijktesten, nochtans is dat een heel goede methode om discriminatie aan te tonen. Het wordt steeds meer gedaan, dus dat kunnen wij alleen maar toejuichen. Vervolgens zien we ook dat er nood is aan meer intersectionaliteit of een intersectioneel perspectief in equality data. In ons rapport hebben we daar een hoofdstuk over geschreven en zijn we daar dieper op ingegaan. Vandaag hebben we daar helaas niet de tijd voor, maar het is belangrijk dat dat meegenomen wordt en we doen dan ook een oproep in ons rapport. Tot slot zien we ook dat er redelijk wat moeilijkheden zijn met de operationalisering van data, dus met de manier van meten, met de manier van bepaalde criteria definiëren. En ook daar is er dus meer onderzoek en coördinatie rond nodig. Bijvoorbeeld voor origine en genderidentiteit, maar over die operationalisering zeggen we straks nog iets meer. Voilà, alors je continue sur les lacunes. Donc une lacune qui nous est revenue aussi, c'est celle qui concerne le cadre juridique qui protège le traitement des données. Alors, je vais vous expliquer en deux mots le cadre juridique. C'est pas l'idée de vous présenter l'entièreté. Ça pourrait nous occuper, j'imagine, toute la matinée. Mais donc, les equality data, donc l'origine, l'orientation sexuelle, par exemple, sont souvent des données à caractère personnel que l'on peut dire sensibles. C'est donc une catégorie spécifique de données à caractère personnel que le fameux RGPD, le règlement européen relatif à la protection des données, protège de manière particulière. Donc, en Belgique, nous avons également la loi du 30 juillet 2018 relative au traitement des données à caractère personnel qui complète et précise le RGPD. Donc, dans le RGPD, le traitement de ces données est, donc, qui relèvent l'origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques ou qui concernent l'orientation sexuelle d'une personne sont interdites. Donc, on ne peut pas traiter ces données, on ne peut pas récolter ou les analyser. Néanmoins, dans le RGPD, il y a une série d'exceptions qui est énumérée et qui permet en fait le traitement de ces données. Et c'est là qu'on remarque que souvent, il y a un manque de connaissances sur la possibilité les possibilités qu'offrent ces exceptions. Donc, on ne va pas toutes les citer ici, mais donc notamment, par exemple, les données peuvent être traitées si la personne concernée a donné son consentement explicite, lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants, lorsque le traitement est nécessaire à des fins de recherche scientifique, historique ou à des fins statistiques, ou lorsque c'est pour utiliser son droit en justice. Donc voilà, il y a toute une série de possibilités qui permet quand même le traitement des données. Et donc, ce que nous avons vu à la fois dans notre travail au quotidien sur ces données, mais également dans les réponses à nos enquêtes et des éléments que les experts nous ont apportés, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension et sur ce cadre législatif. Il y a aussi une certaine peur, très clairement, que les données soient mal utilisées, que la vie privée ne soit pas suffisamment protégée. Et donc, nous pensons qu'il importe de faire clairement savoir ce qui est possible ou non, aussi de manière concrète, par exemple dans une entreprise qui veut monitorer son personnel, donc, et de diffuser davantage d'informations claires et accessibles. Et la sensibilisation des utilisateurs de données, mais aussi des citoyens de manière générale sur la question de la protection des données, nous semble également très important dans ce cadre.
Alors, on a fini avec les lacunes et donc je vais entamer la deuxième partie des résultats de cette présentation qui concerne l'opérationnalisation. Alors, l'opérationnalisation, ça c'est vraiment un mot barbare. Mais bon, ceci dit, on ne peut pas passer à côté quand on parle de données et certainement des quality data. En effet, donc, les données dont on parle aujourd'hui concernent par exemple la conviction, l'identité de genre, l'origine, l'orientation sexuelle. Donc elles se réfèrent à l'identité des individus. Et comme on le sait, les identités sont fluides et complexes. C'est donc un exercice assez difficile que de traduire ces caractéristiques identitaires dans des catégories qui sont abstraites et qui sont censées être univoques pour le bien de l'analyse. Donc, c'est pourquoi il est vraiment important de réfléchir à l'opérationnalisation des concepts. Et comme l'a dit Rachel, c'est une lacune qu'on a mise en avant. Donc, par opérationnalisation, nous entendons donc le choix des indicateurs et des catégories qui permettent de mesurer les concepts. Donc, ces indicateurs et catégories sont des constructions sociales et il faut bien donc les considérer comme telles. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter l'écueil de croire que ces catégories sont figées, homogènes ou qu'il existe dans la société des catégories de personnes qui diffèrent fondamentalement entre elles. Ceci dit, les catégories, on les utilise aussi dans la vie de tous les jours. On les utilise pour se positionner dans un groupe, par rapport à un groupe, et on les utilise également pour exclure. Donc, c'est quand même important de savoir ce qu'il en est, et donc de pouvoir mesurer ces catégories, de pouvoir les étudier, les analyser, car elles ont un impact réel dans la vie des gens et sur la vie des groupes. Et tant que cet impact existe, il est important de pouvoir le mesurer en utilisant alors des catégories analytiques afin de rendre compte de la réalité sociale et tout en évitant donc de renforcer l'existence de ces catégories et encore moins évidemment de participer à leur création. Alors, cette petite introduction étant faite, nous allons vous expliquer maintenant les deux grands types d'opérationnalisation que nous avons repérés dans l'inventaire. Alors, le premier type est celui de l'autodéfinition. Alors, l'autodéfinition, c'est simplement le fait que ce sont les personnes elles-mêmes qui doivent donner les informations qui les concernent. Donc, on crée les données sur base de ce que les personnes nous disent. Donc, c'est un principe de base dans l'approche des données par les droits humains, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Donc, les personnes ont le droit de dire qui elles sont et de ne pas souffrir d'assignation identitaire. Il y a une série de bonnes pratiques à appliquer quand on veut faire de l'autodéfinition. Tout d'abord, il faut que la question, par exemple, s'il s'agit d'un sondage, il faut que la question soit facultative. On ne peut pas forcer quelqu'un à se mettre dans une catégorie. Ensuite, il est mieux de proposer que la personne puisse répondre plusieurs catégories. Parce que, comme on l'a dit, les identités sont complexes. Les gens auront besoin de plusieurs catégories pour vraiment penser pouvoir se définir correctement. Et enfin, laisser une catégorie ouverte est également assez essentiel afin que la personne qui ne se reconnaisse dans aucune des catégories ou qui ne veut pas utiliser ce type de catégorie puisse également pouvoir répondre à la question. Alors, comme on l'a dit plus tôt, donc le principe de participation est essentiel hein, quand on parle des equality data et donc également ici dans l'autodéfinition. Donc l'idéal, c'est que les catégories soient construites avec les personnes qui sont concernées par les données. Et ceci permettra non seulement que les personnes après qui reçoivent par exemple le questionnaire se reconnaissent bien dans ces catégories, donc ça permet de ne pas être à côté de la plaque tout simplement, et ça permet aussi de créer donc une confiance sur la question de la récolte de données et de l'utilisation des données.
Alors, quelques exemples pour faire de l'autodéfinition. Donc, tout d'abord, on peut carrément donc, demander à la personne de se positionner donc, parmi des catégories. Donc, par exemple, dans le European Social Survey de 2018, il y a une question qui est « Faites-vous partie d'une minorité ethnique en Belgique ?» Et il y a également une question sur les origines. Donc, comment décririez-vous vos origines familiales ? Et ensuite, il y a toute une série de catégories qui sont proposées. Dans les recherches qualitatives également, les répondants sont souvent amenés à s'autodéfinir, forcément dans l'entretien ou simplement par le fait même d'être sélectionnés pour faire partie de la recherche. Alors, une deuxième manière de faire de l'autodéfinition, c'est de demander des expériences de discrimination. Donc, par exemple, dans le sondage européen EU-MIDIS, donc sur les minorités et les discriminations, on pose la question lors de la recherche en emploi au cours de ces 5 dernières années, avez-vous déjà été victime de discrimination pour l'une des raisons suivantes ? Et ensuite, on cite toute une série de critères de discrimination, donc couleur de peau, historique migratoire, origine, religion, croyance religieuse, âge, sexe, genre, handicap, orientation sexuelle. Donc, c'est aussi une manière de faire de l'autodéfinition. Et enfin, encore un mot barbare, l'auto-hétéroperception. Donc, c'est simplement de demander à la personne comment elle pense que les autres la perçoivent. Parce qu'il y a des personnes qui, selon elles, ne font pas partie d'un groupe discriminé, refusent ou simplement, ne, pour eux, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, si on leur demande de s'autodéfinir, on ne va pas avoir leur expérience. Mais si elles ont, mais si on leur demande comment est-ce que vous pensez que les autres vous perçoivent, ça permet d'avoir quand même des informations sur ces personnes et sur l'expérience de ces personnes. Et donc, ça peut se faire par exemple via une question comme « Je peux comprendre que d'autres me voient comme une personne transgenre ou comme une personne musulmane. » Voilà. Donc voilà, ça c'était sur l'autodéfinition. Ja. Het zat al eentje te ver. Een tweede manier van operationalisering naast zelfdefiniering is externe definiëring. En bij het gebruik van externe definiëring om persoonskenmerken te operationaliseren, wordt er gebruik gemaakt of wordt een persoon bij een bepaalde categorie ingedeeld op basis van beschikbare informatie over die persoon. En personen kunnen dan zelf niet aangeven tot welke categorie ze behoren. Om dat een beetje concreter te maken, geef ik een voorbeeldje voor de herkomst van personen. Dat gebeurt het vaak in equality data, dat de herkomst van personen wordt bepaald aan de hand van informatie over het geboorteland van een persoon, de nationaliteit van een persoon, de geboortenationaliteit van een persoon en de geboortenationaliteit van de ouders bijvoorbeeld. En op basis van die informatie worden personen dan ingedeeld bij verschillende herkomstgroepen, bijvoorbeeld Belgische herkomst, niet-Belgische herkomst, Europese, niet-Europese herkomst en ga zo maar door. Dat is een zogenaamd objectievere methode, maar in principe is ook die methode niet helemaal objectief. We kunnen wel zeggen dat ze feitelijk is, omdat ze gebaseerd is op feitelijke informatie. Dus informatie op basis van administratieve gegevens. En ze varieert niet naar de individuele perceptie van een persoon. Dus het gaat veel minder over hoe voel je je als persoon, tot welke groep voel je je verbonden. Maar het is wel op basis van feitelijke informatie, zoals nationaliteit. Het is echter natuurlijk ook geen volledig objectieve methode, omdat de herindeling van personen in verschillende categorieën of verschillende groepen, dat vereist natuurlijk een aantal keuzes. Dat gebeurt niet vanzelf. Er moet beslist worden op basis van welke criteria mensen tot een bepaalde groep behoren, een bepaalde herkomstgroep bijvoorbeeld. En die keuzes zijn natuurlijk ook beïnvloed door de sociale context. Herindeling van mensen in bepaalde groepen, daar komt vaak ook geen betrokkenheid van de groepen waarover het gaat bij kijken. En dus kan het ook zijn dat die categorieën van identificatie niet beantwoorden aan de sociale realiteit waarin dat die mensen zich bevinden en dat die ook niet alle nuances binnen of tussen verschillende groepen vat.
En een voorbeeld van een vorm van externe definiëring die problematisch is, is bijvoorbeeld het gebruiken van het juridisch geslacht om de genderidentiteit van mensen te bepalen. Het juridisch geslacht wordt vastgelegd bij de geboorte van een persoon. Maar dat komt niet noodzakelijk overeen met die genderidentiteit. Bij de meeste mensen zal dat overeenkomen, maar bijvoorbeeld bij transgender personen dan vormt dat wel een probleem. Om te concluderen over dit stukje over operationalisering, ja, er is geen wondermiddel. Wij zeggen hier niet dat de ene methode beter is dan de andere. Ze hebben beide hun voor- en nadelen. Er is ook geen one size fits all. En je moet bijna case per case gaan kijken welke methode is nu de beste. En het hangt dus af van, ja, wat is het doel van de dataverzameling? Wat wil je precies weten? Maar ook, wie ben je? Wat is je functie of wat is je statuut? Ook afhankelijk daarvan kan de ene methode beter zijn dan de andere. Het is ook belangrijk om te zeggen dat die twee types zeker samen kunnen gebruikt worden en dat het zelfs heel leerrijk kan zijn om een combinatie te doen van de twee manieren van operationalisering. Zo krijg je nog een meer compleet beeld en krijg je bijvoorbeeld ook, of kan je een vergelijking maken tussen hoe ziet een persoon zichzelf of hoe wordt die gezien door anderen. En we willen wel benadrukken dat het in elk geval belangrijk is of goed zou zijn als de betrokken groepen of de mensen waarop de data betrekking hebben, als die kunnen participeren en inspraak hebben in de manier waarop die operationalisering plaatsvindt. En dan tot slot gaan we over naar de aanbevelingen als een laatste deeltje. We hebben eigenlijk in dit rapport 5 grote aanbevelingen en die ga ik hier kort opzommen en gaan we op 2 aanbevelingen specifieker ingaan. Ten eerste, en dat hebben we daarnet al gezegd, en dus ik benadruk het nog eens, gebruik de datahub en gebruik ook equality data natuurlijk in het algemeen en help ons en oproep aan iedereen om ons te helpen om die up-to-date te houden. Ten tweede, we hebben daarnet een aantal lacunes benoemd. Er staan in ons rapport nog meer of in ieder geval ook uitgebreider. Dus help ons ook, of een oproep eigenlijk, om die lacunes op te vullen. Aan iedereen vanuit zijn positie. Dus niet alleen door het ontwikkelen van data, maar ook door het promoten van het opvullen van bepaalde lacunes door het ontwikkelen van data. Een derde aanbeveling is dat er meer aandacht moet zijn voor intersectionaliteit. Zoals ik daarnet al zei, we hebben daar in het rapport een hoofdstuk over geschreven, maar we hebben vandaag niet de tijd om daarop in te gaan. Iets wat ik wel wil zeggen is dat het heel belangrijk is dat dat intersectioneel perspectief meegenomen wordt doorheen elke etappe van de dataverwerkingen. Dus van bij het begin van de onderzoeksvragen, de dataverzameling, de analyse. En dus niet enkel bij de analyse, want dan is het vaak ook wel te laat om bijvoorbeeld bepaalde data verzameld te hebben. Een vierde aanbeveling is, hebben wij een aantal minimale voorwaarden opgesomd om kwaliteitsvolle equality data te garanderen. En die gaan we meteen toelichten. En tot slot, een vijfde aanbeveling is om een overlegorgaan over equality data te creëren. En daar gaan we straks ook nog dieper op in. Maar dus we beginnen met de vierde aanbeveling over de 8 minimumvoorwaarden die we in ons rapport opnoemen voor kwaliteitsvolle equality data. Het is zo dat we in dit rapport en in dit project duidelijk benadrukken wat het belang is van data. En dus oproepen voor meer data, maar wat ook heel belangrijk is en wat we ook willen benadrukken, is dat we niet zomaar data willen. We willen data met een duidelijk doel. Het doel moet er zijn en er moet ook een goed kader zijn. En dat is wat we in die 8 minimale voorwaarden benadrukken. We hebben die voorwaarden ontwikkeld op basis van de input van experts en uit de enquêtes die we gedaan hebben. En we hebben ook vastgesteld dat die heel erg overeenkwamen met de op mensenrechten gebaseerde benadering van data, wat dan natuurlijk een positieve vaststelling is. En Louise gaat beginnen met de eerste minimumvoorwaarden. Ja.
Donc, la première condition minimale, donc, comme je disais tantôt, c'est celle du respect de la législation entourant le traitement des données. Donc, la protection de la vie privée est essentielle et cela nous a été maintes fois répété par nos répondants. Donc, on constate pour le moment que la connaissance sur la législation est limitée. Or, donc, elle permet des choses sous des conditions strictes. Et donc, une meilleure information à l'existence de ce cadre et une meilleure information sur son fonctionnement est donc nécessaire. Une tweede minimumvoorwaarde is de participatie van betrokken groepen. Ook dit is al eerder vandaag aan bod gekomen. Maar dat is een van de belangrijkste principes van de op mensenrechten gebaseerde benadering en willen wij dus ook benadrukken. Onder het motto natuurlijk nothing about us without us. Die participatie is belangrijk doorheen het hele proces en ook in elke etappe van de dataverwerking. Dus bij het plannen van de data, bij het opstellen van de onderzoeksvragen, bij het kiezen van de methode en zeker bij de operationalisering. Dat hebben we daarnet al benadrukt, maar ook en zeker bij zelfdefiniëring. Dan moet een samenspraak ontwikkeld worden met de betrokken groepen. Welke vraag moet er gesteld worden over voor zelfdefiniering en welke categorieën moeten gepresenteerd worden? Dat zal er ook voor zorgen dat die vraag en dat die categorieën meer overeenkomen met de geleefde realiteit van groepen. En dat zal dus ook leiden tot kwaliteitsvollere data. Daarnaast willen we ook benadrukken dat die participatie structureel moet georganiseerd worden en dat dat een mogelijkheid is die kan meegenomen worden in een adviesvoorgaan voor equality data, waar we straks op terugkomen. Donc la troisième condition minimale qu'on a soulevée, c'est celle de la finalité des données. Donc vous le lirez dans le rapport, le petit titre de cette partie, c'est « des données, oui, pour le plaisir, non ». Donc c'est très clair, il faut que les données aient un but. Les données sont un moyen et pas un but en soi, donc elles doivent s'inscrire dans un but précis et légitime. Et donc par légitime, on entend en rapport avec la protection des droits humains la lutte contre la discrimination ou les inégalités. Et le traitement des données doit également être proportionnel au but, forcément. Il y a un petit problème technique. Je ne sais pas. Peut-être. Nous, on ne voit plus le PowerPoint, mais vous, vous le voyez. Donc, on va continuer. OK, on va continuer. Alors, la quatrième condition minimale, elle est forcément liée à la question de la finalité. C'est la question que la méthode que l'on utilise pour récolter les données et pour analyser les données soit bien adaptée à la question que l'on pose, aux données que l'on traite, au type de données avec lesquelles on travaille. Donc, comme le disait Rachel, il n'y a pas de « one size fits all », et ça a été aussi un peu la difficulté dans ce projet, c'est de retirer des conditions minimales qui comptent dans tous les cas, alors que dès qu'on va dans le concret, là, il faut prendre des décisions à chaque fois plus au cas par cas. Donc, la combinaison des méthodes est aussi quelque chose de très intéressant, forcément, pour pouvoir justement s'assurer que la méthode reste adaptée. De vijfde minimale voorwaarde is die van de transparantie. Transparantie is essentieel over het hele beslissingsproces van equality data. Producenten zijn dus verantwoording en uitleg verschuldigd over de doeleinden, dus waarom, wat zal er gebeuren met de data en de methodologie voor het verzamelen en analyseren van gegevens. Maar het is ook belangrijk dat er uitleg wordt gegeven over de garanties voor privacybescherming en over hoe de data bewaard zullen worden. Alleen op die manier kunnen mensen ook een toestemming geven om hun data te gebruiken, een volledige geïnformeerde toestemming geven. Dat vraagt natuurlijk goede en aangepaste communicatie.
En een soort pedagogische inspanning tegenover de respondenten. Want de doeleinden en de methodologie, die soms technisch kunnen zijn, die moeten op een duidelijke, heldere manier gecommuniceerd worden. Vervolgens, de zesde minimumvoorwaarde is die van verantwoordelijkheid of accountability en preventie van misbruik. Het is zo, en zoals Louise ook zei, dat data ook op een verkeerde manier zouden kunnen gebruikt worden. We moeten gebruik maken in inequality data van analytische categorieën om de ongelijkheid of de discriminatie te kunnen vatten. Maar dat maakt ook dat er een risico bestaat dat die data gebruikt worden voor stereotypering of stigmatisering. En dus is het heel belangrijk dat dataproducenten zich daar bewust van zijn, daar rekening mee houden bij het begin of voor de dataverzameling en er alles aan doen om dat te voorkomen. Er is natuurlijk ook de wetgeving die daarbij garanties inbouwt. Maar daarnaast kunnen dataproducenten ook heel erg nadenken over de gepaste methodologie, over eigenlijk een slimme methode, zodanig dat enkel de data verzameld worden die echt noodzakelijk zijn. En is ook opnieuw communicatie over die data heel belangrijk. Hè? Dus de communicatie van de data naar de buitenwereld toe, over de resultaten van de analyse, mogen niet gezien worden als een bijkomstigheid, maar zijn essentieel om ervoor te zorgen dat data niet op een andere manier of een verkeerde manier geïnterpreteerd worden. Alors, la question de la confiance, du coup, est également extrêmement importante. Donc, il est essentiel que les groupes concernés par les données aient confiance dans la manière dont on collecte leurs données et de la manière dont on s'en occupe, surtout dans le cadre de l'autodéfinition. Sinon, simplement, les données n'auront pas une qualité suffisante. Et donc, la confiance envers certains groupes en Belgique doit être même réinstaurée. Et de toute manière, pour tout le monde, elle demande des efforts continus. C'est quelque chose qu'il faut donc faire, qu'il faut faire de manière continue avec une communication, surtout via la communication. Enfin, la dernière condition minimale, on en a déjà parlé, il s'agit de l'autodéfinition. Donc, comme on a dit, ça fait partie des principes de l'approche des données basées sur les droits humains. Donc, les informations doivent être données par les personnes elles-mêmes. Et donc, bien sûr, quand c'est possible et quand c'est pertinent. Donc, quand il s'agit d'une question ou d'une méthode qui le permet. De nouveau, il n'y a pas de one fits for all, ça dépend de la question de recherche, ça dépend de ce qu'on cherche à savoir. Et il y a également donc, les conditions particulières que j'ai citées tantôt qui s'appliquent et vous trouverez plus d'informations d'ailleurs là-dessus dans le rapport. Alors, on en a fini avec les conditions minimales et je vais donc passer à notre dernière recommandation. Qui est donc celle du développement d'une plateforme qui permettrait donc une approche et une stratégie structurelle et coordonnée en termes de equality data, de données relatives à l'égalité. Donc, on est arrivé à cette conclusion parce que, comme on l'a déjà dit, il y a énormément de choses qui se font et énormément de choses qui se font de manière différente. Et il serait bien que les personnes puissent avoir un point de rencontre, les différents producteurs, les différents utilisateurs de données, il serait bien puissent avoir un point de rencontre pour travailler ensemble donc, sur ces questions. Et donc, il s'agirait dans cette plateforme que, à la fois, des membres des institutions publiques se rendent, mais également, évidemment, des membres du monde académique et de la société civile. Alors, la participation doit être un principe fondateur de cette plateforme. Donc, il faut trouver une manière que donc, les différents groupes concernés par les données puissent participer à cette plateforme. D'ailleurs, donc,
enfin voilà. Et donc la plateforme aurait plusieurs fonctions. Tout d'abord, sensibiliser à l'importance des données relatives à l'égalité et à leur utilisation. Et donc là, on a remarqué l'importance d'une approche pédagogique, parce que les données, c'est souvent un thème qui fait peur, surtout les données quantitatives. Donc c'est important d'avoir un discours accessible et clair. C'est également la plateforme un endroit où on peut lancer les discussions et les débats sur l'importance des données, sur le type de catégorisation à faire. Donc, c'est vraiment un lieu d'où doivent partir ces discussions. Enfin, la plateforme pourra donc promouvoir des informations claires et des outils et des bonnes pratiques, donc en rapport avec les conditions minimales que l'on a citées, autant en termes donc d'opérationnalisation que de traitement des données. Également, évidemment, sur le cadre législatif, comme on l'a dit. Et enfin, cette plateforme pourrait héberger des organes plus thématiques, donc par exemple, un sous-groupe qui pourrait concerner la participation et donc qui pourrait s'occuper de réfléchir à comment on peut augmenter la participation des groupes concernés dans la collecte et dans l'utilisation des données. Ou alors également un sous-groupe sur l'intersectionnalité. Donc, Rachel a dit, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est également une lacune et c'est vraiment une difficulté aussi. C'est un concept qui a l'air complexe à mettre en pratique. Et donc, c'est réfléchir à comment, dans les données, on peut travailler avec plus d'intersectionnalité et se mettre ensemble pour voir qui fait quoi déjà. Donc voilà, cette plateforme aurait évidemment la fonction de continuer le Data Hub, parce que comme on l'a dit, c'est trois critères aujourd'hui, comment dire, la structure est là pour ajouter d'autres critères. Donc évidemment, ce serait notre souhait. Par rapport au rôle d'UNIA dans cette plateforme, c'est sûr que si elle se met en place, nous voulons en être partie prenante et pourquoi pas y prendre une part de responsabilité. Nous serons ravis de relever ce défi, bien entendu, si nous recevons les moyens pour ce faire. Voilà, donc je pense qu'on en a terminé avec le contenu du rapport. Je voulais terminer ici en adressant un grand mot de remerciement. Donc, non seulement aux membres des groupes consultatifs qui nous ont accompagnés et qui nous ont vraiment donné de l'input et du feedback. Merci beaucoup pour votre travail. Également aux experts qu'on a rencontrés qui nous ont donné leur temps et également nos répondants qui ont répondu donc à nos enquêtes. Sans votre input, donc ce rapport n'aurait pas pu voir le jour. Et enfin, nous sommes deux, Rachel et moi, aujourd'hui à vous présenter ces résultats, mais ça a été le fruit du travail de plus de personnes que cela. Et donc, je voulais juste remercier les absents aujourd'hui et donc notamment Sophie Fauré, Hannah Vermout, Christophe Van Emmelrijk, Eric Van den Bosch et Laura Gomez pour leur travail. Merci. Alors, on va faire une petite pause maintenant et vous avez donc du temps pour poser vos questions dans le Q&A sur le Zoom. Restez connectés à l'événement, en tout cas, restez avec nous et on revient donc dans une dizaine de minutes. Merci.
Welkom terug op de conferentie. We gaan nu graag dieper in op verschillende vragen die jullie via de Q&A-applicatie in de Zoom gesteld hebben tijdens de pauze. Je vais poser les questions dans la langue posée par la personne qui nous a adressé la question. Et Louise et Rachel vont essayer de vous répondre au mieux. S'il s'agit plutôt de questions portant sur des aspects politiques ou qui sont plus liés aux sujets qui seront abordés dans le débat panel, on va reprendre vos questions lors de cette séance-là. Nous avons pu lire plusieurs questions sur la législation liée à la protection de la vie privée. Tout d'abord, il y a eu quelques questions assez juridiques qui ont déjà été répondues partiellement, je pense, dans le Q&A, entre autres par Amandine. Mais donc, toute autre question juridique pure, on ne va pas les adresser maintenant comme Louise et Rachel ne sont pas des juristes spécialisés dans cette législation-là. Mais donc, vous pouvez toujours consulter le site de l'autorité des protections des données où vous pouvez, si vous avez encore plus de questions, formuler vos questions. Er zijn ook concreet andere vragen waar Louise en Rachel wel wensen dieper op in te gaan, gezien ze gefocust zijn op het rapport zelf. Concreet zou ik jullie willen vragen, welke rol zien jullie concreet weggelegd voor de gegevensbeschermingsautoriteit in relatie tot hetgeen jullie bestudeerd hebben binnen het project? Ja, bedankt voor de vraag. Dat is een goede vraag. Zeker gezien inderdaad ook dat wij, zoals we daarnet ook zeiden, dat we merken dat er nog onduidelijkheden zijn of onzekerheid rond het wetgevend kader. En dat er nu ook blijkbaar in de chat veel vragen over komen, is natuurlijk belangrijk om ook die vraag te stellen rond de gegevensbeschermingsautoriteit. Wij gaan het rapport en de resultaten alleszins nog presenteren op het platform voor de mensenrechten, waarvan de gegevensbeschermingsautoriteit ook deel uitmaakt. Als er een overlegorgaan komt, zoals wij het daarnet hebben voorgesteld en wij ook aanbevelen, dan denken wij dat het ook heel belangrijk is dat zij daar een plaats in hebben. Dus naast het middenveld, naast de publieke instellingen, de academici, moet daar zeker ook een plaats zijn voor de gegevensbeschermingsautoriteit om samen met hen verder te werken op dit thema. Als er ook een vervolgproject zou komen, dan zijn we ook van plan om hen nog meer te betrekken, hè, gezien ook alle vragen die daar rond zijn, rond het wetgevend kader. Louise, ik weet niet of dat er nog iets is dat je daarop wil aanvullen. Oké, voilà. Dank u wel, Rachel. Dan ga ik graag verder met twee vragen die ook wel met elkaar te zien hebben. L'une question a été posée en français et donc la question est de savoir si vous auriez des bonnes pratiques à partager concernant la construction de telles données relatives à l'égalité au niveau des entreprises. Een vraag die daarbij aansluit is opmerking dat de kwaliteit van de gegevens erg belangrijk is. En de vraagsteller vraagt of er tips zijn om vertrouwen op te bouwen met de instanties die cijfers verzamelen, zoals overheidsdiensten, bedrijven, politie, ziekenhuizen, etc. Alors, pour commencer sur la première question de bonnes pratiques dans les entreprises. Donc, d'abord souligner que dans certaines institutions publiques, il y a donc déjà des monitoring de la diversité qui sont faits, soit via des sondages en interne, soit en utilisant donc des données issues de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, donc des bases de données administratives. Donc, il y a certainement là des possibilités. Pour le moment, les possibilités pour les entreprises privées sont moins claires du côté de la Banque Carrefour, mais c'est certainement quelque chose sur lequel nous travaillons.
Et également, nous sommes en train d'élaborer une recommandation à ce propos. Donc voilà, je dirais, continuez à suivre notre travail, ça sort bientôt. Et nous sommes, Rachel et moi, aussi disponibles pour des contacts et pour des demandes spécifiques. On a déjà accompagné des entreprises ou conseillé, donc voilà. En dan de tweede vraag over tips om vertrouwen op te bouwen met mensen met betrekking tot de dataverzameling. Het is moeilijk om hier heel concrete tips te geven. Ik denk dat dat iets is waar zeker op gewerkt kan worden. En het overlegorgaan dat we voorgesteld hebben, kan ook iets zijn waar aan dat vertrouwen gewerkt wordt. Net door een overleg, door communicatie, door duidelijke afstemming. Zoals dat we ook heel hard benadrukt hebben in het presentatie, in het rapport, is natuurlijk die participatie van betrokken groepen heel belangrijk. En die participatie leidt er ook toe, of kan ertoe leiden, dat er ook meer vertrouwen komt. Als mensen hebben kunnen participeren, als ze heel goed geïnformeerd zijn, als er duidelijke communicatie is over, over het doel van die dataverzameling, als er duidelijk gezegd wordt dat de bedoeling is om ongelijkheid in kaart te brengen en aan te pakken, dan kan dat vertrouwen ook opgebouwd worden. Als mensen dan nog eens hebben een inbreng gehad hebben in de manier waarop data verzameld moeten hebben, dan zal vertrouwen zeker ook toenemen. Dus ik denk, ja, communicatie, transparantie en participatie, dat heel belangrijke tips zijn. Om nog heel concreter te gaan, daar kan ik geen super concrete tips geven op dit moment, maar ik denk dat dat iets is waar zeker ook in gewerkt kan worden, bijvoorbeeld in het overlegorgaan. Dank u wel, Louise en Rachel. Ensuite, on a deux questions assez techniques qui portent d'une part sur les sources déjà collectées dans le Data Hub. Ont-elles été validées selon tous les critères que vous avez mis en avant? Et autre question porte sur la participation utile et nécessaire des groupes. Quelle est votre définition pratique de tels groupes, notamment face à la fluidité que vous avez évoquée? Alors, sur la première question, donc oui, les données, les sources de données qui se trouvent dans notre Data Hub correspondent bien à l'ensemble des critères qu'on a énumérés. Et toutes, je répète l'appel qu'on a fait de nous signaler toutes nouvelles données, donc c'est certainement quelque chose qu'on va faire également, mais si vous pouvez nous aider, c'est vraiment idéal. Sur la question de la définition des groupes concernés par les données, eh bien, je pense que ça dépend évidemment de la question de recherche ou de la finalité des données. Donc, je pense que c'est ça qui va définir le groupe vers lequel il faut se tourner, soit pour avoir leur participation, soit pour faire de l'autodéfinition. Donc, c'est difficile de répondre de manière abstraite. Ce qui est sûr, c'est que le but de cette plateforme de concertation sur les equalities d'État qu'on voudrait voir se mettre en place, c'est que là, la participation, ce serait facile d'organiser la participation à travers un tel organe, parce qu'il pourrait être connu, il serait structurel, et donc les groupes connaîtraient aussi donc, son existence et pourraient se tourner facilement vers lui. Merci beaucoup, Louise. Een andere vraag gaat specifiek over Sogiesk, waar de vraagsteller erop wees dat het voor slachtoffers en op basis van het motief van de dader niet altijd duidelijk is of er te maken is met een motief dat speelt rond seksuele oriëntatie of genderexpressie en dat het dus niet altijd duidelijk is voor een slachtoffer of die zich nu moet richten tot UNIA of tot het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dus concreet is de vraag wat de concrete stappen zijn om dergelijke versnippering tegen te gaan en of er mogelijkheden zijn om het duidelijker te maken tot wie het slachtoffer zich kan richten. Gezien de aard van de vraag verwijs ik graag naar Els Keetsman. Die zal antwoorden in plaats van Louise en Rachel.
Ja, dank u wel voor deze vraag. Een zeer interessante en pertinente vraag. Er zijn inderdaad twee gelijkheidsorganen in België. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en wijzelf. En we werken uiteraard zo goed als mogelijk en zo nauw mogelijk samen. We doen dat al jarenlang. Dus als mensen contact met ons opnemen via de telefoonlijn, is dat eigenlijk één gezamenlijk gratis groen nummer waar mensen kunnen naar bellen. En wanneer mensen een melding hebben gedaan bij een eerste telefonisch contact, kan het misschien al vrij duidelijk worden welke instelling eigenlijk het best geplaatst is om jouw melding te behandelen. Mocht later blijken dat best onze twee instellingen jouw melding behandelen, dan kan dat ook. Het is eigenlijk onze verantwoordelijkheid om goed naar jou te luisteren en dan te bepalen of één van de instellingen jou verder begeleidt of zelfs beide instellingen, wat in het verleden ook al een paar keer is gebeurd bij het behandelen van meldingen en dossiers. Het is zelfs zo dat bij die meldingen en dossiers waar we geen oplossing vinden via dialoog, via onderhandeling, maar waar zich dan eerder een juridische procedure zich opdringt, dat we zelfs al samen naar de rechter zijn getrokken om op die manier via gerechtelijke weg tot een oplossing te komen. Dat is een samenwerking die we al jarenlang op poten hebben gezet en die we ook hebben geformaliseerd in een samenwerkingsprotocol. Dus we hebben samengezeten en goed afgesproken. En een hele belangrijke in dat protocol, in die samenwerking, is net er staan voor de burger en ja, juist doorverwijzen mocht iemand toch niet bij de juiste instelling terecht zijn gekomen. En een laatste informatie die ik kan geven, die denk ik ook wel relevant en pertinent is, is dat wij op korte termijn zullen verhuizen en samen zullen gehuisvest zijn op één locatie, wat het voor melders nog makkelijker gemaakt om met ons contact op te nemen en bijvoorbeeld een afspraak te maken. Het zal gewoon één adres zijn, één gebouw zijn. Dus het is vooral onze verantwoordelijkheid om goed samen te werken en om te kijken wie het best geschikt is om jou verder te helpen. En dat proberen wij ook zo goed als mogelijk te doen. Dank u wel, Els. Next, I would like to ask you a question coming from our colleagues in Finland, Ministry of Justice, who is asking for the long-term maintenance of the hub. Were you able to ensure sufficient human resources to carry out such work in the future as well? I think that maybe our Secretary of State can also answer that question at the end, but maybe you can already add some information. Well, we are really curious about the answer of the Secretary of State, of course. Saying that we are really interested, of course, in this project, and all the questions that we see here today prove that this is really a topic with a lot of interest, with a lot of questions, a lot of concerns of people, of public institutions, of civil society. So it's surely a topic where we have to continue working. Thank you, Louise. De volgende vraag gaat over zelfdefiniering. De vraag is in feite of er niet een risico bestaat dat indien men zelfdefiniering gebruikt, men enkel de groep definieert die zich als dusdanig wenst te definiëren en op die manier de populatie vertekend wordt. Ja, ook een heel goede vraag. En iets waar we zeker op ingegaan zijn, ook dieper in ons rapport, vandaag in de presentatie iets minder, omdat dat effectief een risico inhoudt. Als je mensen vraagt om zichzelf te definiëren, dan kan het zijn, ik geloof dat in de vraag het voorbeeld kwam van mensen met een handicap, dan kan het zijn dat iemand zichzelf niet definieert als iemand met een handicap, maar wel bepaalde nadelen of discriminatie ondervindt vanwege die handicap. En dus zou je kunnen zeggen, zit er daar mogelijk een vertekening op de data. Dat is zeker iets belangrijk om mee te nemen. Nu, het hangt heel veel af ook opnieuw van het doel van de data. Wat is de bedoeling? Wat wil je precies in kaart brengen? Wil je in een bedrijf bijvoorbeeld alle mensen met een beperking in kaart brengen? Of wil je nagaan wie echt discriminatie ondervindt? Dat zijn twee verschillende doelstellingen, afhankelijk daarvan kan je de methode aanpassen.
Daarnaast kan je dat risico ook wel minimaliseren, het risico op een onderrapportering, zoals dat we zeggen, als je opnieuw die vraag opstelt in participatie met de betrokken groepen. Hè. Als de vraag aangepast is echt op de betrokken groepen, zij daar inspraak hebben in gehad, dan zal die vraag waarschijnlijk voor hen ook herkenbaarder zijn. Dan is de kans groter dat ze effectief het antwoord geven of dat ze antwoorden dat ze bijvoorbeeld een handicap hebben als ze ook inspraak hebben gehad in de manier waarop die vraag is opgesteld. En daarnaast, ja, opnieuw is ook de communicatie heel belangrijk. Als het bijvoorbeeld gaat over een enquête om de diversiteit in een bedrijf in kaart te brengen, ja, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat die enquête, dat daar communicatie rond is, waarom dat in kaart gebracht wil worden. Als dan wordt gezegd dat dat is om bepaalde positieve maatregelen te kunnen nemen, dan is de kans ook groter dat mensen die enquête anders zullen invullen. Dank u wel, Rachel. Ik heb vervolgens nog een vraag. Wat te doen met instanties die niet happig zijn om stappen te zetten in het beter verzamelen van gegevens, omdat ze ofwel de meerwaarde er niet van inzien of dit als bedreigend ervaren, omdat het misschien discriminatiepatronen zou kunnen blootleggen? Een heel goede vraag. Ja, ik hoop in eerste instantie, of we hopen dat dit project mensen toch al duidelijk maakt. En we denken dat het ook wel zo is, hè, dat het bewustzijn wordt gecreëerd wat het belang is van gegevens, van goede gegevens. En we hopen natuurlijk dat het hier niet eindigt, maar dat we die bewustwording kunnen verder zetten door een vervolgproject. Concreet, wat kan je doen met mensen die het nut er niet van inzien? Ik denk natuurlijk, ja, wijzen op de belangen. Hè. Wijzen op de belangen om om discriminatie tegen te gaan. Niet alleen voor de mensen die discriminatie ondervinden, maar ook voor de instanties zelf. Ik weet niet of ik daar voldoende mee op de vraag heb beantwoord. Of dat Louise nog iets wil aanvullen? Peut-être juste compléter que l'importance de ce type de données est également très fort prônée au niveau européen. Donc là, certainement, il y a aussi toute une argumentation et un ensemble de conseils qui sont prodigués pour faire avancer la cause des equality data. Donc je pense que ça peut être vraiment une bonne source d'inspiration également. Merci beaucoup pour ces réponses. Aujourd'hui, on a une conférence hybride et on a la chance d'avoir également des questions ici des personnes présentes physiquement. Donc, je propose que la caméra s'adresse à la personne qui souhaite poser une question. Merci beaucoup. Donc, dans un instant, j'aurai le plaisir de dire tout ce que je pense de bien de ce rapport et de ce projet, mais je vous demandais juste par rapport aux critères que vous avez sélectionnés. Vous ne parlez pas, vous ne reprenez pas le critère de la participation des groupes cibles. Or, c'est quand même une question vraiment transversale qui est présente dans tout le rapport. Est-ce que c'était un impensé au moment où vous êtes mis à collecter, ces données, ou est-ce que simplement ça aurait, retenir ce critère avait rendu impraticable la récolte des données, tellement cette pratique n'a pas encore lieu dans le champ académique ou dans les différentes identités qui ont été menées par des administrations et autres. Louise, apparemment, il y avait un problème de son. Si c'est possible de résumer la question qui vient d'être posée. Ah oui, ça. OK. Donc, le résumé de la question, c'est est-ce que dans les critères de sélection qu'on a utilisés, donc pour sélectionner les sources de données à mettre dans notre inventaire, pourquoi n'avons-nous pas utilisé le critère de la participation des groupes concernés dans la création des données? Puisque c'est un principe que l'on met en avant dans l'ensemble du rapport et que c'est un principe donc essentiel. Et donc en fait, la réponse était un peu dans la question parce que Madame Djelloul proposait deux alternatives. Soit c'était un impensé au moment de faire la recherche, soit ça allait rendre en fait l'inventaire impossible, tout simplement parce que la participation n'est pas du tout encore une pratique très répandue dans la création des données en Belgique. Et effectivement, j'aime bien ce genre de questions où la réponse est dans la question, parce qu'effectivement, nous avons vu assez peu de sources de données
où vraiment la participation des groupes est vraiment utilisée pour créer soit récolter les données ou au moment de l'analyse. Donc effectivement, ça aurait rendu l'inventaire, disons, très maigre, et c'est certainement quelque chose sur lequel il faut travailler en Belgique, autant de la part des institutions publiques que d'autres producteurs de données, le monde académique ou la société civile. Donc merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Tot slot hebben we nog een heel kleine punctuele vraag alvorens deze Q&A af te sluiten. De vraag is, kunnen de data voor transgenders niet opgevraagd worden door gemeenten in verband met de aanpassing van identiteitskaart of via ziekenhuizen, gezien daarnet aan bod kwam dat die gegevens nu eigenlijk niet zo goed beschikbaar zijn? Dat is een heel specifieke vraag. Ik ken ook niet alle techniciteiten. Wat ik daarnet wou benadrukken, is dat dus vroeger de wijziging voor de voornamen, de wijziging van voornamen, dat centraal kon opgevraagd worden, uitgesplitst naar motivatie. En dat er dus centrale cijfers waren van hoeveel mensen een voornaam hebben gewijzigd met motivatie genderidentiteit. Nu is die bevoegdheid overgeheveld naar de gemeente. Kan dat niet meer centraal gevraagd worden voor heel België en zijn die cijfers er niet meer? Ik weet niet of ik daarmee helemaal de vraag heb beantwoord, maar dat is wel wat we daarnet, wat ik daarnet wou aanduiden in de presentatie. Hartelijk bedankt, Rachel. We zijn aangekomen bij het einde van deze Q&A. Hartelijk dank voor uw vragen. Mochten er nog commentaren of vragen zijn, u kan ze nog steeds stellen. We kunnen deze doorgeven aan Patrick Charrier, co-directeur van UNIA, die het paneldebat zal leiden en die ook de panelisten worden nu op het podium gevraagd. Hartelijk dank. Merci, Tine. Bien, après cette présentation, nous allons entamer un débat avec quatre représentants de la société civile. Als jullie hebben begrepen, de inspraak van middenveldorganisaties in de definitie en de verzameling van equality data essentieel is. Daarom hebben we beslist om aan jullie het woord te geven. Cette participation permet d'avoir une approche fondée sur les droits humains, comme cela avait été présenté lors du rapport et du Data Hub. Autour de cette table, j'ai le plaisir d'avoir Khadija Djelloul, secrétaire générale de BIPAX et docteur en sociologie, Hajib El Hadjadji, vice-président du collectif contre l'islamophobie en Belgique, Jos Motmans, coördinator van Transgender Infopunt en professeur Gender Studies aan de Universiteit Gent, en Nele Spaas, beleidsmedewerkster in de Minderheden Forum. Ce projet s'est concentré sur les données en rapport avec les critères protégés suivants, hein, on l'a dit, les critères raciaux, la conviction religieuse, philosophique, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre et caractéristiques sexuelles, et c'est ainsi que nous avons décidé de proposer ce débat avec vous autour de la table.
D'abord, une première question à chacune et chacun d'entre vous. Eerste vraag is een algemene reactie op het rapport en de aanbevelingen, maar vooral op het belang van equality data. Waarom zijn equality data en het verbeteren ervan in België belangrijk? Donc une première question générale sur le rapport et les recommandations, sur l'intérêt d'avoir des données sur l'égalité, mais surtout pourquoi sont-elles importantes en Belgique et pour toi, pourquoi est-il nécessaire de les améliorer? Et je vais commencer. C'est ici, à ma gauche, avec Khadija Djelloul, pour répondre à cette première question, et puis on continuera. Merci, mais je me permets simplement de vous corriger, mon nom, mon prénom est Ralia. Ralia, pas Khadija, Ralia. Mais, oui, pardon. Mais c'est aussi un très joli prénom. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce rapport, et notamment, je vais commencer par la pertinence, en fait, des Equality Data. Moi, ce qui me paraît très fort, c'est que dans le titre même, on comprend la nature de ces données, c'est-à-dire à la fois qu'elles remplissent un objectif scientifique et politique. C'est-à-dire que ces données visent à être des instruments de mesure à la fois pour comprendre, documenter, recenser, donner un état des lieux, une photographie des discriminations et mieux comprendre les mécanismes qui produisent et reproduisent ces discriminations, mais aussi servir de base pour concevoir des politiques et surtout mesurer leur impact. Et le fait qu'il y ait ce double objectif présent d'emblée et tout au long du rapport amène en fait à ce que la question de la méthodologie, comment est-ce qu'on opérationnalise, comment est-ce qu'on mesure, on construit des instruments de mesure les plus exacts possibles, en fait est indétachable et vraiment très intimement articulée avec la question des questions d'ordre épistémologique, éthique et théorique. Et donc, je vais développer ça juste très rapidement. Tout d'abord, cette exigence éthique qui est partout présente, elle est relative à la finalité de l'utilisation de ces données et le fait qu'elles visent à agir contre les discriminations. Et de ce fait, il y a un ensemble de précautions, plus que des précautions, hein, des cadres juridiques clairs qui sont posés par rapport à la nécessité de protéger les données personnelles, par rapport à la nécessité de s'assurer d'un consentement informé, de vraiment être proactif par rapport à voilà, pour mettre en place un cadre qui sécurise la récolte de ces données et leur utilisation, mais aussi un certain nombre de garde-fous pour éviter qu'on ne dévie par rapport à la finalité de lutter contre les discriminations, à savoir le fait de garantir une transparence de l'utilisation de ces données et surtout la participation de la société civile. Et on va donc en reparler, mais pour moi, vraiment, au niveau éthique, cette exigence, elle est là tout le temps. Et c'est d'autant plus important de le souligner que dans les recherches scientifiques, évidemment, il y a une exigence éthique, mais qui n'est pas forcément toujours aussi poussée et aussi omniprésente, je dirais, dans la démarche. Ensuite, par rapport au volet épistémologique, donc là, c'est très intéressant, c'est la question de quelle place donner au savoir des groupes, des personnes concernées, et notamment par rapport au type, comment on opérationnalise, ce qui, effectivement, peut paraître une question d'ordre méthodologique, mais en réalité, c'est la question de quelle est la place de l'expérience vécue, est-ce qu'on s'ancre dans des situations, des situations et des réalités vécues par des personnes, ou est-ce qu'on décide des catégories à travers lesquelles on mesure et on analyse à partir d'un point de vue extérieur. Et donc, cette question vraiment épistémologique fondamentale, elle est aussi très bien traitée et discutée. Et notamment, voilà, toute cette frontière entre catégorie analytique, catégorie opératoire, l'autodéfinition, sa centralité, mais aussi jusqu'où et comment. Voilà. Donc ça, c'est aussi très bien articulé avec la question méthodo. Et enfin, théoriquement, donc là, moi, pour moi, cette omniprésence, si on veut, tout en disant, mais l'intersectionnalité est trop peu prise en compte, pour moi, l'intersectionnalité, elle représente cette approche théorique qui permettrait d'unifier ou de donner une cohérence, un cadre théorique cohérent à un ensemble de données éparses, c'est pas exactement le bon terme, mais disons qui ont été récoltées dans des contextes différents et avec des objectifs, des démarches différentes. Et je crois que investir dans un cadre vraiment plus global d'intersectionnalité, une approche qui permettrait un peu d'harmoniser le cadre théorique de ces données, voilà, ce serait un peu un prolongement par rapport au rapport, parce que l'intersectionnalité est là, on sait qu'elle est importante, et en fait elle permettrait de mettre en musique l'ensemble des données récoltées. Donc je dirais simplement que voilà, le rapport est très intéressant, bien sûr, aussi parce qu'il revient sur la méthode de création du Data Hub, mais surtout sur le fait de devoir tenir en même temps cette double finalité, à la fois répondre à des lacunes scientifiques, enfin il manque de centres de recherche qui fassent ce travail d'inventaire et ce travail de prospective et de travail analyse, enfin
théorique, méthodologique, mais aussi, surtout, un objectif politique. Et donc là, je crois que voilà, c'est très bien réussi et je vous félicite. Quoi. Merci, Raya. Jos Moutmans, zelfde vraag. Misschien in hetzelfde antwoord of iets anders toevoegen. Ja. Ja, ik kan niet alles herhalen wat hier al heel juist en terecht en zinvol is opgemerkt door mijn collega. Kan er misschien nog heel specifiek voor de doelgroep waar dan ik over spreek, over de kenmerken waar ik meer ervaring mee heb, die vooral de SOGIESC-criteria zijn, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksenkarakteristieken. Als ik gewoon kijk naar de evolutie in het veld en in de data die we hebben over deze criteria, dan merk ik toch heel sterk op dat dat vooral in eerste instantie geïnitieerd is geweest in de wetenschappelijke academische kringen, hè, om daar data en informatie over te verzamelen. Net omdat overheden en administratie altijd heel aarzelend zich hebben opgesteld om rond deze thema's vragen te gaan stellen aan burgers. Hè. Het is heel lang het antwoord geweest van dat is privacy, dat mogen we niet vragen, dat kunnen we niet doen. En langzamerhand beginnen we daar gelukkige verschuivingen in op te merken en beginnen mensen ook meer in te zien dat wat je niet vraagt, niet erkend wordt. En dat je met andere woorden door het niet vragen naar seksuele oriëntatie en genderidentiteit of seksuele karakteristieken, een hele doelgroep in onze maatschappij eigenlijk stilzwijgt en eigenlijk geen visibiliteit heeft en daardoor ook hun noden en hun discriminatieervaringen niet kent. Als ik gewoon terugkijk op mijn carrière, die nog niet zo heel oud is, maar ik begin toch al een beetje veel perspectief te kunnen inbouwen van 10 jaar geleden, 15 jaar geleden. Leeftijd is geen criteria die eruit genomen is in de data. Misschien dat moet. Maar die in de eigen ervaringen en kennis wel kan meespelen. Ja, ik merk daar toch dat dat op het moment dat bijvoorbeeld het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een eerste onderzoek naar het leven van transgender personen in België bestelde, dus financierde, er zodanig veel gegevens beschikbaar kwamen over discriminatieervaringen van die groep die tot dan toe zeer onbekend en onbestaande waren, waar er ook geen beleid rond was. En dat eigenlijk net door die dataverzamelingen er ook politiek het een en ander is beginnen bewegen. En dat zij ook erkend zijn geworden als een doelgroep voor een gelijke kansenbeleid. Met andere woorden, een doelgroep waar dat middelen naar mogen toestromen, waar projecten worden voor opgezet, waar het middenveld wordt ondersteund, waar initiatieven kunnen ontplooid worden om een antwoord te bieden op die discriminatieervaring die er zijn. Dus die evolutie heb ik kunnen zien gebeuren voor mijn ogen. Daar heb ik ook een deel in meegespeeld, als ik dat zo mag zeggen. En ik denk dat we bijvoorbeeld voor de groep met mensen met variatie in seksenkenmerken, of die intersexe personen worden genoemd, dat we eigenlijk op eenzelfde kantelpunt staan of zouden moeten staan. Het wordt ook in het rapport heel duidelijk aangehaald. Rond seksenkenmerken hebben we eigenlijk quasi geen data. Hè. En dat is nu op dit moment eigenlijk, denk ik, een van de grote lacunes waar ik dan ook echt wel een oproep naar de overheid zou willen toe richten. Ook daar weer zijn er echt initiatieven nodig om op een wetenschappelijk goed onderbouwde wijze de ervaringen van mensen met een variatie in seksenkenmerken in kaart te brengen, zodat we hun discriminatie ervaringen voldoende onderbouwd en met hun samen natuurlijk ook, want het hele participatieverhaal, daar komen we straks nog op terug, correct in kaart kunnen brengen om op die manier eigenlijk onze kennis te vergroten en vervolgens ook weer opnieuw beleid te kunnen ontwikkelen. Dus ik zie daar een heel mooi samenspel tussen zeg maar, het academische werk, het politieke werk en wat het middenveld nodig heeft. En wat mij ook altijd heel sterk is opgevallen, dat is het feit dat het middenveld hetzelfde verhaal, dezelfde noden al jarenlang mag vertellen en verkondigen ten aanzien van de overheden. Op het moment dat je die ervaringen kunt gaan onderbouwen met data, begint er pas iets te bewegen. Mm-hmm. Soms hebben we data nodig om veranderingen in overheden te bewerkstelligen. En ik denk dat er daar net daarom ook zo die cruciale samenwerking nodig is tussen middenveld en academische wereld. Van wat zijn de onderzoeksnoden, wat moeten we in kaart brengen, die dan vervolgens wetenschappelijk onderbouwd in kaart te brengen, om op die manier dan weer opnieuw de overheden te kunnen inspireren. Dus ik denk, ook van mijn kant uit, enorme felicitaties aan het hele equipe en het hele team dat hieraan heeft gewerkt. Ik heb het rapport met heel veel plezier gelezen. Ik kan het ook echt aanbevelen aan andere mensen die rond deze thema's aan de slag willen, zowel uit het middenveld als in de onderzoekswereld, als zelfs in politieke instanties.
We hebben die data nodig en ik denk dat het rapport enorm veel inspiratie biedt over binnen welk framework, binnen welk kader dat we hierover moeten nadenken en durven reflecteren. En natuurlijk zijn er enorm veel uitdagingen, maar ik denk dat we daar zelfs nog wel op mogen ingaan. Ja, dank u, Jos. Hadip El Azazi, même question. Nouvelle approche, nouvelle réponse. Donc, effectivement, pour le CCIB, et donc la vision de la société que nous défendons, c'est la vision d'une société inclusive. La lutte contre le racisme ne doit pas rester quelque chose d'abstrait ou de global. Le phénomène du racisme, évidemment, c'est un phénomène qui se nourrit de plusieurs formes de rejets, mais ces rejets, il faut aussi pouvoir les comprendre et les comprendre par des données vraiment scientifiques. Alors, ces données, aujourd'hui, clairement, elles existent. On a toute une série d'informations, et notamment sur la donnée sensible qui est la conviction religieuse. Et si la conviction religieuse est une donnée qui relève de la sphère privée, ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit être quelque chose de caché. Alors, l'information donnée par les personnes sur leur conviction religieuse permet aujourd'hui d'élaborer toute une série de politiques, de répondre à des demandes d'inhumation dans les communes, de pouvoir mettre en place des cours de religion. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu essentiel, au lieu que chaque association réalise ce travail sur le critère qui la concerne, eh bien, ce que je trouve vraiment d'innovant ici, c'est de mettre en commun ces sources de savoir, de travailler collectivement à mettre en place cet outil et d'offrir en fait à l'ensemble de la société une information à la fois pertinente, vérifiée, qui répond à une méthodologie harmonisée. Et donc, pour nous, ce projet, d'une certaine façon, ben, on l'a rêvé. Et dans le passé, on parlait de données désagrégées en matière d'égalité. Et aujourd'hui, ben, voilà, grâce à cette initiative, nous avons à la fois le rapport le plus innovant, mais aussi le plus complet en Belgique sur ces informations-là. Et donc, pour cela, et dans le sens de ce que nous défendons comme étant l'intérêt général, je pense vraiment que c'est essentiel. Deuxièmement, ces données sont utilisées véritablement pour promouvoir la société que nous voulons. Une société plus respectueuse, plus inclusive, une société qui se met au service de la sensibilisation de la réalité des discriminations et des inégalités. Et souvent, ces réalités-là ne sont pas suffisamment mises en évidence. Eh bien, à côté du testing, on a aujourd'hui, avec cet outil-là, la possibilité de donner cette information à la population, de l'objectiver et de réfléchir ensemble sur la meilleure manière de pouvoir transformer la situation. Et enfin, ces données, pour moi, sont essentielles parce que nous mettons en place des plans diversité dans notre société, mais comment pourrions-nous mesurer les progrès si nous n'avons pas à la fois une situation de départ qui permet justement d'être établie par ces données et ensuite, après la mise en œuvre de politiques, pouvoir mesurer les progrès et pouvoir aussi échanger les succès. Je pense aussi que c'est très important que nous puissions développer un discours positif sur la société que nous voulons, au-delà du fait de combattre les discriminations. Donc voilà un peu les commentaires de façon globale sur ce rapport. Et encore une fois, merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé. C'est un projet à la fois très ambitieux et je pense que ça marque vraiment une étape dans une prise de conscience dans notre société. Est-ce que vous auriez une réflexion sur le fait qu'on a souligné notamment dans les lacunes et comme Jos le disait, hein, peu ou très peu de données sur les caractéristiques sexuelles, mais en fait sur les convictions, il y avait peu de données aussi par rapport à d'autres critères qui étaient beaucoup plus représentés dans les données rassemblées. Mais je dirais que dans le passé, sur le critère des convictions, il y a eu des dérives et je pense que ça a marqué une partie de notre population parce qu'effectivement, il existe des dérives dans la collecte de données. C'est pour ça que la méthodologie est un élément qui rassure, qui donne confiance et qui permet aussi de co-construire cette méthode. Et un autre élément, c'est que nous avons une société qui s'est sécularisée. Et donc, ces informations-là sont apparues comme étant moins pertinentes ou en tout cas moins travailler, alors qu'aujourd'hui, elles sont véritablement constitutives de l'identité des citoyens et elles permettent, sur toute une série de questions, de pouvoir véritablement mettre en œuvre des politiques inclusives. Alors, au niveau des convictions, je dirais, pourquoi c'est important d'appliquer les organisations
qui travaillent sur ces questions-là, c'est parce que le niveau de détail, évidemment, est un élément important dans la collecte de données. Vous savez qu'au sein des communautés musulmanes, il y a des sous-groupes, il y a différentes cultures, il y a la dimension du genre qui intervient aussi. Et donc, nous avons besoin véritablement d'avoir cette discussion pour établir ensemble les modes de collecte d'informations qui nous permettront de répondre utilement aux défis de l'égalité et de l'inclusion dans notre société. Alors, nous devons aussi reconnaître aujourd'hui que beaucoup de questions sont abordées sous l'angle racial, alors que derrière ces éléments-là, il y a une dimension qui relève de la gestion du fait religieux. Et donc, c'est pour ça que nous devons aborder, je pense, sereinement ces débats-là et essayer ensemble de réfléchir sur le fait de ne pas renfermer une personne dans une partie de son identité, mais aussi d'être capable de mesurer cet élément-là parmi d'autres pour élaborer des solutions beaucoup plus globales. Merci. Last but not least, nee, l'espace van, het Minderhedenforum. Dus eerst algemene reactie en waarom equality data zo belangrijk zijn voor België. Ja, eerst nog even beginnen met felicitaties. Wel, niet alleen voor het rapport, maar eigenlijk ook voor die fantastische data. Het is echt een titanenwerk. Ik denk dat wij ook als burgerorganisatie en Plannenwerk daar heel veel aan gaan hebben. Ik hoop ook dat dat zijn ingang zal vinden eigenlijk bij journalisten, in het kader van fact-checking, ook bij het beleid, dat veel meer zal worden gebruikt. Want dat is eigenlijk voor ons toch wel het allerbelangrijkste. Hè. Meten is weten, maar met alleen meten ben je niet meer. De bedoeling is eigenlijk echt wel dat het beleid verandert. Hè. Dat ze daarna gebruikt worden. Staat er niet aan? De micro. Blijkbaar is zo? Ik denk dat je moet herhalen omdat niets wordt gehoord. Ah, okay. Ja. Okay. Dus ik zal mijn het woord is aan u. Waarom is dat zo belangrijk? Dat was zo interessant ook. Dus misschien om dat te delen met de duizenden, nee, onder de publiek. Voilà, eerst nog. Dus, ik was begonnen met de felicitaties over te maken, ook voor de data hub. Hè, dus, en eigenlijk ook een oproep te doen om die eigenlijk ook zeer breed te gaan gebruiken. Hè, bij journalisten, in de media, in het kader van fact-checking, door het beleid. En ook wij zelf als middenveldorganisaties moeten daar veel meer gebruik nog van maken, omdat het wel echt helpt om juist die discriminaties en die structurele discriminatie, die nog vaak veel moeilijker aan te tonen valt, om die eigenlijk ook echt op tafel te leggen bij het beleid. Hè. Dus wat ons als organisatie, als middenveldorganisatie en belangenbehartiger vooral interesseert, is natuurlijk niet zozeer het meten om te weten. Dat is interessant, hè, maar dat is een meer academische insteek. Voor ons is het echt belangrijk dat er eigenlijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare data. En ja, wij zijn misschien een groep, personen met migratieachtergrond, waar dat al relatief veel data rond bestaan, misschien in vergelijking met andere groepen hier aan tafel. Het is wel een valkuil natuurlijk. Hè. Het is niet omdat er veel data bestaan, dat er eigenlijk daarom ook veel beleid rond bestaat. Hè. Dus dat is toch echt wel iets wat wij heel erg belangrijk vinden, dat daar werk van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld, hè, er zijn meer en meer praktijktesten. Hè. Je kan dat ook discriminatietesten noemen of correspondentietesten of whatever the name is. Hè. We weten allemaal wat we bedoelen. Dus meer en meer wordt die methodiek gebruikt hè, om discriminatie bij aanwerving, bij het toewijzen van een woning het uitgenodigd worden om een woning te bezichtigen, om die in kaart te brengen. Nu, het is wel een beetje een frustratie dat het soms blijft hangen bij het meten alleen en dat er eigenlijk nog altijd dat het nog altijd veel te weinig wordt ingezet om effectief ook een handhavingsbeleid mee te gaan voeren. Hè. Een ander voorbeeldje is, denk ik, wat ons als organisatie heel erg dat wij heel erg veel belang aan hechten, dat is positieve acties. Hè. Het volstaat niet eigenlijk om feitelijke ongelijkheden vast te stellen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs enzovoort. Nee, eigenlijk moet je ook als beleid durven specifieke maatregelen gaan nemen, tijdelijke maatregelen, hè, om die ongelijkheid te gaan corrigeren, om die te gaan compenseren. Hè. En dus dat is eigenlijk ook wel echt een oproep om ervoor te zorgen dat de data ook veel meer zullen worden toegepast in het beleid zelf.
Oké. Okay. Ik zal beginnen met u voor de tweede vraag te stellen. Het Middenrecht Forum is een koepel van verschillende organisaties. En waarom vinden jullie dat de medewerking van doelgroepen belangrijk is voor Equality Data? Eerst. En ten tweede, hebben jullie voorbeelden van zulke onderzoeken? Waarvoor, dat was ook een vraag in de Q&A, het feit dat eigenlijk in de Data Hub er zijn niet zoveel onderzoeken waar de medewerking, de samenwerking met de doelgroepen verzekerd is of voorzien is. Dus waarom is dat zo belangrijk en hebt u enkele voorbeelden, goed voorbeelden daarvoor? Ja, dus eigenlijk, wij komen van een koepel van federaties. We zijn meer en meer aan het evolueren naar een netwerkorganisatie die inderdaad wel die persoon met migratieachtergrond vertegenwoordigt en een belang behartigt. Dus wij hebben eigenlijk zelf alleen in het verleden eigenlijk ook een traject gelopen eigenlijk om te gaan bepalen van wat is eigenlijk nu de beste manier eigenlijk om die groep in kaart te gaan brengen. Hè? Wat voor ons, onze achterban eigenlijk toen op tafel is gekomen, is eigenlijk dat niet zozeer zelfdefiniëring, maar wel eigenlijk het proberen eigenlijk om een origine te bepalen aan de hand van, op basis van administratieve databanken, hè, op basis van de historiek van de nationaliteit, van de persoon zelf, van de ouders, de grootouders zelfs, hè, dat eigenlijk een zeer goede manier is eigenlijk om die groep in kaart te brengen en om daar ook beleid aan te gaan koppelen. Hè. Dus we hebben dat eigenlijk ook binnen de SERF, waar dat we eigenlijk in de commissie diversiteit zitten, eigenlijk mee op tafel gelegd. En we hebben eigenlijk ook wel meegewerkt aan de definitie die er vanuit de sociale partners in Vlaanderen eigenlijk is gegeven aan, vroeger noemden we dat nog allochtonen, hè. Daar hebben we natuurlijk gelukkig, omdat we betrokken waren, ook wel de naam kunnen veranderen naar persoon met migratieachtergrond als omschrijving. Maar we hebben daar dus wel aan kunnen meewerken. En die definitie die wordt eigenlijk toch op de Vlaamse arbeidsmarkt wel gebruikt. Hè. Dus in die zin is dat wel een vorm van participatie die eigenlijk wel ervoor zorgt dat je eigenlijk een definitie hebt die gedragen is en die eigenlijk ook op de juiste groepen inzet. Nu, er zijn ook andere voorbeelden waar dat minder goed gelopen is. Hè. Dus bijvoorbeeld de Vlaamse overheid had vroeger dus ook die definitie overgenomen, maar heeft dan eigenlijk een aantal jaren geleden de definitie verruimd hè, naar alle personen van buitenlandse herkomst. Hè. Zodanig dat eigenlijk ook bijvoorbeeld mensen die in Nederland geboren zijn of een ouder hebben die in Nederland geboren is opeens onder de groep vallen. Daar zijn we natuurlijk veel minder gelukkig mee. We zijn bij dat proces ook veel minder betrokken geweest. Het gevolg daarvan is ook direct voelbaar voor toepassingen natuurlijk. Hè. Want als je eigenlijk aan je beleidsdefinitie ook acties gaat koppelen, bijvoorbeeld positieve acties, dan riskeer je eigenlijk dat je positieve acties gaat treffen voor een groep die eigenlijk totaal niet van doen heeft. Hè. Mm. En dat je dus eigenlijk ook in juridisch drijfstand dreigt terecht te komen. Dus betrokkenheid van de kansgroepen is bijzonder, bijzonder groot. Hè. En misschien om even nog terug te komen op dat andere voorbeeldje rond praktijktesten. Er zijn dus redelijk wat hè, van die testings gebeurd eigenlijk op de Vlaamse arbeidsmarkt, op het gebied van wonen ook. Wat toch wel voor ons ook een pijnpunt is, dat zijn zeer goede onderzoeken. Hè, dat er eigenlijk bijvoorbeeld in de ethische commissies, die daar aan de universiteiten eigenlijk aan vooraf gaan, hè, die eigenlijk een fiat moeten geven over of dat onderzoek en de methodologie zo mag worden gevoerd, dat daar eigenlijk helemaal geen participatie is van de doelgroep. Hè. Met als gevolg bijvoorbeeld hè, dat dan eigenlijk er wordt beslist van we kunnen onmogelijk onderzoek doen hè, en verschillende keren gaan testen bij dezelfde werkgever, hè, om echt te kunnen besluiten van is er hier een structureel probleem en is hier toeval uit te sluiten bij deze werkgever, hè, als het aankomt op discriminatie, omdat dat een overmatige belasting zou vormen van de werkgever, hè, met fake sollicitaties wordt bestookt. Dus je krijgt dan dat soort van dynamieken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, hè, ook in onderzoek, hè, maar zeker ook voor overheidsdata, die worden ontwikkeld, dat daar een echte betrokkenheid is van de doelgroep om te zorgen dat er inderdaad op een goede manier eigenlijk gegevens kunnen worden verzameld en dat die ook inzetbaar zijn. Mm-hmm.
Ghalia, on sait que du côté francophone, il n'y a pas d'équivalent au Minderheden Forum. Hein, le contexte est différent, mais même question, pourquoi est-ce que la participation des groupes cibles dans l'approche Equality Data est importante? Et est-ce que vous connaissez des exemples intéressants de données qui ont été produites avec cette participation? Alors, donc l'importance de la participation, donc moi je souscris vraiment à la centralité en fait de cette condition pour justement remplir ce double objectif, comme je disais, scientifique et politique. Et pour moi, ce qui est important, c'est donc évidemment la participation, mais penser le dispositif tout au long, donc en amont, pendant la collecte des données et après lors de l'analyse. Et ça, c'est aussi important de ne pas simplement inviter les groupes concernés autour de la table quand il s'agit d'améliorer les catégories avec lesquelles on mesure, mais en amont, dès qu'on réfléchit aux problématiques même qu'on va poser. D'une part, parce que là, on peut tester tout de suite la pertinence sociale et le besoin pour la société civile d'amener des questions sur la table. Donc, c'est une manière de renverser le pouvoir, quelque part, et de rendre à la société du pouvoir par rapport à des données qu'on a l'habitude de produire en dehors des préoccupations des groupes discriminés, là, en l'occurrence. Et donc, dès la définition, dès le choix des problématiques, pour aussi laisser émerger des nouvelles questions auxquelles on ne pense pas quand on ne vit pas à l'intérieur de ces communautés, etc. Puis, au moment de la collecte et de la mesure, de la collecte des données, c'est très important, par exemple, par rapport aux typologies, aux catégories utilisées. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain, à l'UC Louvain. Et en fait, quand on cherche à mesurer des appartenances, eh bien, si on n'a pas une connaissance de l'intérieur des vécus, des populations, de la diversité, de l'hétérogénéité dont M. Hajib El-Hajjaji faisait mention il y a un instant, en fait, on va vraiment construire des instruments de mesure qui ne collent pas et qui donne une image erronée, déformée, pauvre en fait, simplement, je veux dire très pauvre de la réalité, qui manque de beaucoup de nuances et de beaucoup de complexité. Et typiquement, moi quand je m'intéressais à la manière de mener des enquêtes quantitatives sur les questions des identités et des appartenances, je me référais beaucoup au travail de sociologues, par exemple, marocains, c'est-à-dire qui vivent dans des sociétés majoritairement musulmanes et qui, de fait, baignant déjà dans une socialisation, une culture culturelle et religieuse, ont déjà une beaucoup plus grande connaissance, en tout cas plus fine, de ces nuances et qui les amènent à des réflexions méthodologiques très intéressantes. Ce qui, dans d'autres contextes, des chercheurs externes à ces communautés-là n'ont vraiment pas accès parce que, pour tout un ensemble de raisons. Donc, du coup, je dirais simplement bien penser la participation en amont, pendant. C'est aussi ça permet aussi, par exemple, donc la question des catégories analytiques et opératoires, la participation de la société civile peut aider. Pourquoi? Parce que vous l'aviez dit, à un moment, il faut proposer plusieurs critères. Il faut aussi laisser une question ouverte. Eh bien, pour refermer les questions ouvertes, donc c'est ce moment où en fait on passe du quali au quanti. Donc on a 100 propositions différentes d'autodéfinition de. Et donc comment est-ce qu'on referme ça en 5 catégories? Eh bien là, le travail d'interprétation est très important. Et ce travail d'interprétation, il est évidemment beaucoup plus riche et beaucoup plus fin si il donne la parole aux personnes concernées qui vivent les choses, parce que elles vont avoir une approche et une compréhension de la réalité vécue qui va nous permettre de mieux refermer ces catégories. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'interprétation des données et évidemment par après sur l'utilisation, le feedback, toutes ces questions éthiques. Donc déjà je dirais que par rapport à c'est un dispositif qui rend du pouvoir, et donc il y a la question de la garantie politique de l'utilisation des données. Vous l'avez aussi souligné dans le rapport, il y a la question de la confiance qui est à créer, à entretenir, pour que ces données soient vraiment des data equality et pas un sombre souvenir du passé et de mesures statistiques qui visent à renforcer des assignations. Et puis après, je viens de le dire, la question de leur expertise, de la réflexivité aussi, à laquelle ça peut amener aussi les chercheurs, les chercheuses et les autres personnes qui collectent les données autour de la table, pour se rendre compte, se décentrer, et se rendre compte justement d'à quel point leur point de vue est également situé, et pour encore une fois améliorer leurs interprétations. Et je le disais, j'ai parlé de la question de l'autodéfinition, et
je le répète, c'est vraiment en amont. On ne peut pas s'intéresser uniquement à leur participation une fois que l'outil de mesure est déjà pensé et mis en pratique. C'est vraiment en amont que les groupes de la société civile doivent participer parce que, en fait, si vous voulez, in fine, pour moi, cette participation permet de mettre à égalité les producteurs, productrices et les destinataires, destinatrices de ces savoirs, ou en tout cas de faire des groupes qui sont objets de connaissances, en fait des sujets à part entière, coproducteurs de connaissances. Et c'est vraiment un continuum entre des sujets, certains qui sont dans le monde académique, d'autres dans la société civile, d'autres dans les institutions. Et cette mise à niveau et cette redistribution du pouvoir, c'est une condition nécessaire pour parler d'égalité, data, enfin d'equality data. Merci. Voilà. Je m'adresse ici au public. Vous avez la possibilité, on aura probablement ou certainement un peu le temps de poser des questions directement. J'en ai reçu une pour le moment, mais si vous avez des questions, vous pouvez dans le Q&A poser des questions et on me les transmettra ici. Je les adresserai aux membres du panel. Jos, ik heb gezien dat je was aan technieken wanneer Galia was aan te spreken. En dus, ja... Je lijkt het mee eens te zijn. Ja, absoluut. Ik ben op heel veel punten eens met wat er al gezegd is. Het is inderdaad een kwestie van de macht omkeren, de mensen echt betrekken. Niet alleen bij welke vraag moeten we hier exact stellen, maar ook van zijn deze vragen nuttig, noodzakelijk? Wat gaan we ermee doen? Wat hebben jullie eraan dat we deze thema's gaan onderzoeken? Hoe kunnen we die informatie ook achteraf goed communiceren? Zeker in het veld van transgenderstudies zijn er voorbeelden geweest van onderzoeken waarvan de intenties heel goed waren. De uitvoering, ja, ça va nog, maar de uiteindelijke publicatie en communicatie achteraf zich eigenlijk helemaal tegen het transthema heeft gekeerd, doordat mensen gegevens uit studies ook tegen de doelgroep kunnen gaan gebruiken. Om een klein voorbeeld te geven, er zijn heel wat onderzoeken rond de helaas heel hoge cijfers van suïcidegedachten en suïcidepogingen bij transpersonen. Maar als zulke cijfers niet worden gekaderd in een context van waaruit komt dat en wat zijn de oorzaken, etc., kunnen die cijfers ook gebruikt worden, ik zeg maar iets, door verzekeringsmaatschappijen om bijvoorbeeld geen hospitalisatieverzekering aan transpersonen te schenken, mits een hoge bijpremie omwille van de hoge cijfers van suïcide. Dus men kan met andere woorden, cijfers kunnen hun eigen leven gaan leiden en kunnen ook zich tegen de doelgroep keren waar dat ze eigenlijk voor geproduceerd waren. Dus de medewerking van die doelgroepen is ontzettend belangrijk en ik zou zelfs meer willen zijn, niet alleen in dat specifiek type van doelgroepgericht onderzoek, bijvoorbeeld je moet trans of intersexe of holibi niet alleen gaan betrekken in trans, holibi of intersexe onderzoek, maar in alle onderzoeken waar je denkt dat die kenmerken van de respondent mogelijk een cruciaal element zijn in wat je wenst te gaan onderzoeken. Mm-hmm. Gisteren was ik aanwezig op de presentatie van een heel groot onderzoek, een Belgisch onderzoek naar seksueel geweld, waar dat de onderzoekers, collega's aan de UGent, van meet af aan in het ontwikkelen van de vragenlijst vragen naar genderidentiteit, seksueel oriëntatie en intersexenstatus hebben meegenomen in de vragenlijst. Dat is geen sinecure, zeker niet in een dergelijk groot onderzoek. De bedoeling of het nut van die vragen wordt soms wel eens in vraag gesteld. Hè? Waarom zouden we dat gaan vragen? De vragenlijst wordt te lang, het is te moeilijk, het is te privé. Hè? Maar wat blijkt, 11% van alle respondenten valt wel in die LGBTIQ+ groep. En, dat is te meer, heel belangrijk, ze blijken dubbel zo vaak slachtoffer van seksueel geweld te zijn in vergelijking met de niet-LGBTIQ-respondenten. Om maar aan te tonen dat ook in niet-LGBTQI-specifiek onderzoek het meenemen van die vragen, net zoals vragen naar etnische afkomst, geloof, ik heb het hier nu even heel specifiek over mijn veld, maar het geldt voor alle thema's, want daar hebben ze ook oog naar gehad. Hè. Ook daar weer, mensen met een migratieachtergrond, meer kans op seksueel geweld. Dus het is echt belangrijk in allerlei types van onderzoek om te reflecteren over welke informatie hebben we nodig, welke data kan er van belang zijn en dan daarbij te gaan aftoetsen met middenveldsorganisaties van wat is de juiste toon, wat zijn de juiste antwoordcategorieën van dergelijke vragen. Als ook natuurlijk principes die in het rapport heel mooi worden beschreven als van de vrijwilligheid van de respondent om daar al dan niet op te antwoorden.
of een open antwoordcategorie te voorzien voor als de gegeven antwoordopties niet voldoen en de respondent liefst nog iets anders zou willen schrijven. Hè. Ik denk dat die soort technieken staan mooi beschreven in het rapport. Maar ik denk inderdaad, in mijn eigen carrière van onderzoek heb ik nooit onderzoek gedaan zonder dat er in de stuurgroep geen vertegenwoordigers van middenveldsorganisaties aanwezig zijn. Net als dat er andere academici of heel vaak ook beleidsactoren in die stuurgroepen zitten, die elk een eigen agenda hebben, elk een eigen behoeftes over welk soort informatie dat ze wensen dat er wordt verzameld. Maar waar dat er ook heel vaak een middenground kan gevonden worden in, als we het op deze manier aanpakken, dan komt het ten goede aan iedere participant in die stuurgroep, zeg maar. Dus ik zou daar heel hard voor willen pleiten om eigenlijk nooit onderzoek te doen over een bepaalde doelgroep zonder de doelgroep mee aan tafel te zetten. Sterker nog, wij hebben zelf een ethisch kader ontwikkeld rond transonderzoek, want transpersonen zijn opeens hot topic en een heel sexy onderwerp voor heel veel studenten en onderzoekers die daar allemaal onderzoek over gaan doen, maar vaak, zoals jij ook zegt, vanuit het objectiveren van de thematiek, omdat het zo boeiend en interessant zou zijn, maar zonder eigenlijk te reflecteren over van wat is het nut van mijn onderzoek en wat kan ik teruggeven aan de transgemeenschap met mijn verzamelde data. En het ethisch kader dat wij hebben ontwikkeld kan men ook terugvinden op onze website. Dus wij hebben eigenlijk echt een soort 10 vragen eigenlijk voor onderzoekers van als je onderzoek wilt doen over transthema's, denk dan hier eens over na. En enkel als je ons kan aantonen dat je daarover hebt gereflecteerd en ons daar antwoorden op kan geven, zullen wij jouw oproep tot respondenten mee verspreiden via onze kanalen. Mm-hmm. En dat zijn dingen die niet altijd heel erg leuk zijn om te moeten gaan zeggen. Hè? Want mensen denken dan van, allee, ik ben nu enthousiast om hier onderzoek over te doen en nu mag ik opeens niet. Hè? Maar het is voornamelijk omdat we namelijk dat ethische kader zo belangrijk vinden en dat we merken dat door vele vaak jonge, enthousiaste mensen een beetje wordt vergeten dat het niet altijd zo nuttig is om zomaar onderzoek te doen over doelgroepen als die doelgroepen niet zitten te wachten op dergelijk onderzoek. En waar kunnen we deze 10 vragen terugvinden op de website? We hebben een website transgenderinfo.be en er is een specifieke rubriek voor studenten, mm-hmm. waarop dat wij voor studenten eigenlijk niet alleen heel interessante publicaties, en we zullen ook nu de data erbij zetten, vermelden, maar ook cruciale key publications, zoals we dat dan noemen, over transpersonen in België, maar ook ethische richtlijnen, interessante journals en dergelijke oplijsten. Dus een hele pagina specifiek voor onderzoekers en studenten. En dat is eigenlijk ontstaan omdat wij zoveel vragen kregen, en ik vermoed dat dat met mijn collega's ook wel vaker gebeurt, masterproefstudenten die komen aankloppen. En op een duur heb je het gevoel van, oké, we moeten hier zelf een soort raamwerk ontwikkelen waarbinnen dat we wel of niet kunnen participeren aan dergelijk onderzoek. Oké, dank u. Hajib, même question, mais peut-être une petite question complémentaire, mm-hmm. parce qu'on a dit, et on sent l'intérêt de la participation des groupes cibles aux enquêtes, aux recherches, à la production de données, mais comment définir aussi les groupes cibles? Vous avez dit tout à l'heure que notamment, par exemple, dans la communauté musulmane ou les communautés musulmanes, il y a beaucoup de diversité, et donc comment s'assurer de la représentation de cette diversité au sein des communautés, qui parle pour qui à un certain moment, quand on parle de participation, comment faire le choix aussi dans ce cadre-là. Je pense que c'est une question que je pourrais poser, que vous pourrez reprendre les autres membres du panel par après, parce qu'elle n'est pas sans importance, me semble-t-il. Alors effectivement, c'est une question essentielle dès l'instant où chaque membre d'un groupe n'appartient pas qu'à un seul groupe, il appartient à d'autres groupes aussi. Et donc, je pense qu'en fonction des événements, une identité va être davantage mise en avant par rapport à une autre. Hier, la Belgique a gagné, on s'est tous sentis belges. Par contre, quand Royal Air Maroc propose des tickets au rabais pour les Marocains résidant à l'étranger, parfois on se sent aussi un peu marocain pour retourner au pays ou voir la famille. Donc, ça en boutade pour mettre en évidence le fait que on ne peut pas donner une étiquette à une personne. Maintenant, il y a des associations qui ont un travail sur le terrain et qui elles-mêmes gèrent cette diversité avec ce souci de pouvoir véritablement rassembler dans un laps de temps relativement court une multitude en tout cas d'expériences et de vécus au sein même d'une communauté. Et sinon, c'est aussi le fait de pouvoir reconnaître que pour une même communauté ou un même groupe, il existe plusieurs organisations et ces différentes organisations offrent déjà, de façon assez rapide, un aperçu
de la situation. Maintenant, pour impliquer les groupes concernés, je pense que vu la sensibilité du sujet, à la fois sur la dimension de la transparence, mais aussi de l'adhésion à la démarche, le fait que ces groupes puissent véritablement s'engager dans la démarche est pour moi essentiel. Et aussi, et je remercie, on a mis en évidence, il y a aussi parfois des sujets sensibles. Donc pour certains, la question du suicide, on l'a dit, bah vous le savez, pour les communautés musulmanes, il y a toute la question de la lutte contre les phénomènes de radicalisation. Donc une collecte de données relative à ces sujets-là, évidemment, va beaucoup plus interpeller. Et en même temps, on a aussi besoin de comprendre les phénomènes. Et donc ça, ce sont des sujets qu'on doit pouvoir mettre en discussion et ensemble réfléchir sur la finalité. Ça a été dit dans la présentation, aussi le fait de reconnaître que voilà, on ne peut pas parler de ces sujets-là sans les concerner, ça a été dit. Donc, nothing about us without us. Et enfin, il n'y a pas une seule méthode qu'on pourra appliquer à tous les groupes. Et donc, cette discussion, elle permet de voir des spécificités. Donc, une spécificité, par exemple, dans les délits de haine que nous recevons en matière d'islamophobie, c'est par exemple la visibilité de la pratique. On sait que quand les personnes ont une visibilité de la pratique, parfois, elles sont plus susceptibles d'être victimes d'actes de violence. Et parfois même des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui sont perçues comme telles dès l'instant où elles ont des traits vestimentaires en commun. Et donc voilà, ça c'est des discussions, je pense, qui sont essentielles, tant dans le secteur de la recherche, mais aussi avec les groupes concernés. Et j'ai envie de dire, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective, c'est-à-dire que certains groupes vont mettre des thématiques sur la table et ça pourra bénéficier à d'autres groupes de réfléchir ensemble sur quelle est la manière la plus pertinente de pouvoir, en un temps record et avec des questionnaires élaborés en commun, dégager justement ces données-là et finalement faire grandir d'une certaine façon le savoir, la connaissance et puis toutes les politiques qui viendront derrière. Je crois que c'est essentiel que de laisser chaque groupe se déterminer lui-même des règles propres et au final ne pas nécessairement avoir un langage commun. Merci. Wil iemand ook een antwoord geven over het feit wie spreekt voor wie? Hoe een keus maken tussen de doelgroepen? Ja, Jos? Ja, ik wil daar zeker op ingaan. Ik herken heel veel van wat u zegt en we hebben daar ook heel veel over gereflecteerd. In het LGBTIQ-middenveld zijn er heel veel organisaties. Je kan al die organisaties aan tafel brengen, maar dat wil nog niet zeggen dat je de diversiteit aan stemmen aan tafel hebt gebracht. Want organisaties op zich zijn al één segment van je doelgroep. Mensen moeten zich al tot een organisatie hebben daar naartoe zijn gegaan, daar lid van zijn, naar activiteiten gaan. En lang niet iedereen in de doelgroep wil dat of wenst dat. En je moet eigenlijk gewoon erkennen dat er ook subculturen zijn, gemeenschappen waar mensen samenkomen die helemaal geen officiële organisatie vormen, maar eerder informele netwerken zijn. Soms ook meer underground, onvindbaar, soms onzichtbaar zich verenigen. Als ook dat je individuen hebt die nergens aan gelieerd zijn, maar die net zo goed hele interessante informatie hebben. En ik denk dat het een hele grote uitdaging is van hoe breng je mensen samen? En wie zet je aan tafel en wie niet? Ik heb zelf altijd enorm veel geleerd van de mensen die aan tafel zijn komen zitten. Maar ik merk ook dat het voor die mensen niet altijd evident is om aan die tafel te komen zitten. In de zin van tijdsinvestering of financiële vergoeding. Sommige organisaties worden overbevraagd en ik herken dat voor mezelf ook. Ik zou op 3 verschillende stuurgroepen op dezelfde dag kunnen gaan zitten, want dat gaat niet. Ik heb ook eigen werk. En voor heel veel organisaties is dat ook zo. Dat zijn vaak vrijwilligers die overdag werken. Die worden dan uitgenodigd om naar een vergadering te komen die overdag plaatsvindt, want wij zijn allemaal professionals die dat overdag willen doen. Dus je moet ook naar timing en naar opzet nadenken. Hoe dat je mensen door je opzet uitsluit of insluit. Hè. In het afgelopen jaar hebben we allemaal heel wat andere manieren van werken leren kennen door heel de COVID-periode. Hebben allemaal Teams en Zoom en al die applicaties leren kennen, of beter leren kennen. En we merken nu naar toegankelijkheid toe dat bijvoorbeeld teamsvergaderingen met
representatieve uit de doelgroep wel heel goed werkt. Omdat mensen zich al niet moeten verplaatsen. Ze kunnen onder een andere naam deelnemen zelfs, of ze kunnen zich kenbaar maken zoals ze dat willen, via hun naam in te geven in de teamsvergadering. En dat zijn van die kleine elementen die zeker bij ons in doelgroep heel belangrijk zijn. Niet iedereen wenst zich altijd zo te outen als zijnde deel van die doelgroep. Maar wilt misschien wel een stem hebben aan die tafel. Dus ik denk ook daar, en zeker bij onderzoek, dat zijn elementen waar dat we soms veel te weinig over nadenken. Is er timing? Is er budget? Kunnen mensen vergoed worden voor hun inspanningen? Kunnen organisaties daar een incentive voor krijgen? Of gewoon een financiële vergoeding voor de tijd en het werk dat zij erin steken? Als ook van voldoende nadenken over, oké, als er dan een rapport is, hebben zij ook tijd om over dat rapport te mogen reflecteren, om feedback te mogen geven? Is er tijd voor de onderzoekers om het rapport te herschrijven met die feedback? Dat zijn allemaal elementen waarvan ik merk in een standaard onderzoeksproject wordt daar geen tijd nog middelen voor voorzien. Dus ik denk dat we ook op dat vlak, niet alleen naar wie zit er aan tafel, maar ook over hoe doen we wat we doen, serieus moeten gaan nadenken en zaken helemaal anders aanpakken. En ik denk dat er daar, ongeacht het criterium waar we het over hebben, heel veel gelijkenissen zijn. Hè? En dat we eigenlijk op dezelfde obstakels botsen en dat dat dezelfde obstakels zijn, ongeacht het criterium of het kenmerk waar we het eigenlijk over hebben. Hè? En wat ik ook nog wilde opmerken is van, waar we veel te weinig bij stilstaan, is ook de kruisbestuiving of de kruispunten. Hè? Dat we niet alleen trans of holibi zijn, maar soms ook een religie hebben of soms ook een etnische afkomst hebben. En dat de combinatie van die ervaringen ook weer iets anders aan tafel brengt. En dat ook net dat zeer cruciaal is in projecten, in onderzoek, dat je daar voldoende aandacht voor houdt. Van we zijn niet alleen bezig met dat ene aspect van die ene persoon of van die doelgroep. Mensen die ook een etnische achtergrond hebben of die ook een bepaalde religie hebben die in onze samenleving als soms minderwaardig wordt ervaren, dat ook mee wordt genomen. En dat je niet enkel het hebt over de witte, middenklasse homoman, maar dat je het ook hebt over de transgender sekswerker die van Zuid-Amerika komt. Hè. Om maar een idee te geven van de complexiteit en de diversiteit in de doelgroep aan tafel brengen, dat is een hele uitdaging. En ik denk dat we daar allemaal heel vaak over moeten reflecteren. En niet alleen binnen ons eigen onderzoek, maar ook binnen andere projecten of binnen andere middenvelden. Merci. Vous voulez réagir là-dessus? Et puis je vais passer aux questions du public. Si... Je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est simplement pour dire, quand on pose la question qui parle au nom de qui, c'est comme si... des personnes prétendaient avoir une sorte d'autorité par rapport à une communauté, un groupe, alors que pour moi, l'important, c'est de reconnaître la partialité de tous les points de vue. Et du coup, tous les groupes qui se mobilisent autour des critères sur lesquels on travaille, évidemment, ont quelque chose à dire parce qu'ils relaient, ils amplifient des besoins de la société, de groupes dans la société. Mais évidemment, on n'épuise pas la diversité non plus de la société comme ça. Et il y a tous les groupes qui se mobilisent au croisement de plusieurs de ces critères. Et de la même manière, des chercheurs ou bien des personnes extérieures à ces communautés ou ces groupes ont aussi, certes, n'ont pas des savoirs de l'intérieur, mais ont une vision plus large, une perspective historique qui est aussi intéressante à mettre autour de la table. Et donc, c'est vraiment... en reconnaissant la partialité de tous les points de vue, qu'on arrive à une vraie démarche, une approche intersectionnelle en amont et qui permet d'éviter des écueils de type vous parlez de représentativité, je ne crois pas qu'il s'agisse là de représentativité, mais plutôt d'être le plus empirique possible et d'essayer de couvrir le champ le plus large, en fait, à partir de tous ces points de vue. Et voilà, je crois que c'était juste. Oui, merci. Ik pik in, eerste vraag, en ik zal aan Neil de vraag lezen. Ik denk dat heeft ook te maken met dingen waarover jullie bezig zijn. En dus de kwaliteit van de gegevens is erg belangrijk. Zo bleek dat de gegevens die de politie van Mechelen verzamelde over haar controle weinig bruikbaar zijn. Zijn er tips om vertrouwen op te bouwen met de instantie die cijfers verzamelen? Overheidsdiensten, bedrijven, politie, ziekenhuis. Dat heeft te maken een beetje met de thematiek van etnisch profilering natuurlijk. Dat is inderdaad een zeer moeilijk. Zeker als het gaat van overheden, dan is er vaak toch...
Is de micro goed? Ja, die staat aan. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. dan is er toch vaak een groot wantrouwen van mensen ten opzichte van de overheid. Van wat gaat er mee gebeuren? Hè? Zeker als het dan gaat uitgaan van politieinstanties, dan is dat wantrouwen ingegeven door allerlei andere zaken die eigenlijk meespelen. Hè? In het algemeen is het heel erg belangrijk om altijd heel goed uit te leggen waarvoor dat gegevens worden opgevraagd en waarvoor ze zullen worden gebruikt en waarvoor ze niet zullen worden gebruikt. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk om dat zo goed mogelijk te communiceren eigenlijk naar de betrokkenen. Hè? Bijvoorbeeld, als het gaat over... Dat is een andere toepassing, dat gaat niet alleen over politie, maar ik kom terug op die positieve acties hè, die er worden getroffen eigenlijk vanuit bepaalde overheden om te zorgen dat ze inderdaad meer mensen met migratieachtergrond eigenlijk binnenkrijgen. Hè, om te werken voor die overheden en om representatiever te worden als overheid. De manier waarop dat vandaag gebeurt, hè, want daar ga je dus eigenlijk wel... inderdaad, je moet daar zorgen dat de gegevens traceerbaar zijn, omdat je daar individuele acties aan koppelt. Hè. Als het opzet is van we willen eigenlijk zorgen dat 20% eigenlijk van de sollicitanten die wij bereiken, dat die inderdaad een migratieachtergrond hebben, of dat iedereen die voldoet aan de kwalificaties en die uit een kansgroep komt, dat die ook naar de volgende ronde kan gaan, ja, dan moet je weten wie dat die mensen zijn, op wie dat van toepassing is. En dus, dat gebeurt vandaag dan vaak door middel van eigenlijk zelfdefinieringen, waarbij dat mensen wordt gevraagd van... als het gaat over origine, is dan vaak op basis van de nationaliteitshistoriek van de persoon zelf, die wordt bevraagd. Wij horen ook heel vaak toch wel van mensen dat ze daar heel wantrouwig zijn om dat dan in te vullen. Omdat ze juist ook die ervaring van discriminatie wel vaak hebben of vermoeden. En dus het kan in twee kanten uitdraaien. Dus communicatie is enorm belangrijk. Het opzet heel duidelijk maken. En natuurlijk ook, en dat blijft een beetje de essentie ook waarvoor dat we het doen natuurlijk... eigenlijk overheden of de instanties die eigenlijk bevragingen doen, moeten zelf ook zorgen dat ze voldoende representatief zijn. En dat ze eigenlijk ook mensen uit de doelgroep die ze vragen, dat ze die eigenlijk ook zelf aanwezig hebben. En op die manier eigenlijk vertrouwen uitstralen naar alle burgers. En specifiek dan die ze eigenlijk willen bevragen. En dat geldt even goed voor onderzoeksinstanties als voor alle overheden. Dus ik denk dat daar een enorme weg nog af te leggen is om te zorgen dat dat vertrouwen eigenlijk toch wat wordt hersteld. Oké, dank u. Hier een tweede vraag van het publiek. En ik zal eerst in het Nederlands en daarna je vais la traduire en français parce qu'elle me semble intéressante. Is het een idee om zoals in Denemarken het geval is alle administratieve data die wel al beschikbaar is, zoals gebruik in de socio-economisch monitoring, aan de hand van een unieke code samen te brengen in deze databank, bijvoorbeeld een uitbreiding van de kruispunt databank, te laten beheren door een onafhankelijke instantie waarop beroep kan worden gedaan door onderzoekers en die ook alle ethische parameters, do not harm, GDPR, overziet en alleen toegang verschaft aan alles voldaan is. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce que pensez-vous à faire comme au Danemark d'avoir une instance indépendante qui rassemblerait toutes les données qui serait rendu disponible pour des chercheurs avec toutes les garanties qu'il y a en termes de GDPR, etc., mais de rendre ça, de centraliser toutes ces informations-là et de les mettre à disposition de chercheurs qui en auraient besoin, plutôt que chaque fois aller les chercher avec l'idée, par exemple, d'étendre la banque Carrefour avec des données complémentaires. Je ne sais pas si... l'un ou l'une d'entre vous veut réagir à cette idée, peut-être ceux qui ont fait des recherches, je pense à Joss ou à Khalia. Oui, en soi, je crois que c'est quand même une démarche assez similaire à celle du Data Hub, même si là, ça serait pris en charge vraiment par les administrations, mais ça n'épuise pas la question du sous-financement ou de la non-existence, en tout cas dans le monde académique, de centres de recherche qui reçoivent des fonds pour mener des recherches. Donc, c'est bien de centraliser les données, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de recherche et que dans l'élaboration des problématiques et des méthodologies, etc., il y ait une vraie perspective politique
éthique, une exigence éthique, et que la finalité de la production de ces données soit présente à l'esprit de l'équipe, des équipes de chercheurs et de chercheuses qui entament ces enquêtes. Donc, en fait, c'est très bien de centraliser et de rendre disponible et de garantir l'accessibilité, parce que même dans le rapport, on regrette qu'en fait, beaucoup de recherches ne soient pas accessibles. Et donc là, l'open source, c'est vraiment dommageable qu'elle ne soit pas encore généralisée. Voilà. Mais donc, c'est une chose de centraliser et de visibiliser et d'encadrer. Mais en soi, il y a la question fondamentale, c'est à la fois le financement de la recherche et aussi, on l'a pas, ou peut-être je n'ai pas très bien compris si ça a été dit en néerlandais, c'est aussi de soutenir et de financer aussi la participation de la société civile, c'est-à-dire de leur faire une place autour de la table, mais aussi de donner les moyens pour que ces groupes participent, parce que non seulement leur action, souvent, elle est volontaire, elle est chronophage, elle est compliquée, etc., mais là, en plus, quand on les mobilise en tant que partie prenante, il y a aussi, je crois, à penser structurellement au financement de cette participation. Donc, mais on doit aller bien au-delà, il me semble. Ja, Jos? Ja, ik wou er ook nog even op reageren. Ik begrijp die vraag heel goed. Mijn eerste reactie is dat ik dan wel vrees dat voor de SOGIESC-criteria er gewoon geen gegevens gaan zijn, of nauwelijks. In die zin dat geen zaken zijn die in de administratieve data voorkomen, behalve dan voor een bepaalde groep van transpersonen die juridisch van geslacht of voornaam zijn veranderd, waarbij natuurlijk de veranderingen van voornaam ook alweer intussen niet meer traceerbaar zijn omwille van de overheveling van die bevoegdheid naar de ambtenaren burgerlijke stand. Maar het Rijksregister bevat bijvoorbeeld nog altijd wel een code waaraan men kan zien dat het Rijksregisternummer is aangepast. De motivatie daarachter is niet altijd meteen traceerbaar. Het idee van de verandering of willen herregistreren van jouw officieel geslacht of je geslachtsregistratie wijzigen omwille van genderidentiteit is één van de mogelijke variaties of motivaties. Het is dus ook al een overgeneralisering om al die veranderingen aan het thema trans toe te schrijven. Dus dat is het enige kleine segmentje als het gaat over trans. Over seksuele oriëntatie hebben we dan data over mensen die gehuwd zijn of samenwonen van hetzelfde geslacht. Maar daar samenwonen is ook discutabel, want ook mensen die een andere relatie hebben, zoals een andere familiale relatie, kunnen ook officieel samenwonen zonder dat het over een koppel gaat. Voor seksenkarakteristieken zijn er gewoon geen data nu in de administratieve databanken. Dus alleen voor de gronden waar ik over werk, zou ik daar zeer weinig aan hebben. Ik zou daar eigenlijk quasi niets uit kunnen halen. Dus ik blijf ook wel geloven dat we andersoortige data moeten kunnen verzamelen. En dat ook... En ik stuur er ook echt op aan, want we hebben het hier vaak over onderzoeksprojecten gehad en over het feit dat in onderzoeksprojecten er financiering en tijd en middelen moeten voorzien worden om dat te doen. Maar ik zou hier toch ook wel een appel aan de overheid willen doen, in de zin dat de overheid, zowel onze federale als onze regionale overheden, allemaal heel wat interessante onderzoeken voeren, hè, die vaak longitudinaal zijn, wat daar ook in het rapport naar wordt gevraagd, naar data die we kunnen monitoren, die we kunnen opvolgen. Ik denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsmonitor als een mooi voorbeeld op federaal niveau, waarin geen enkele vraag naar seksuele oriëntatie of genderidentiteit of religie of etnische afkomst zit vervat. Terwijl we daar bijvoorbeeld heel mooi de interacties van al die kenmerken bij onze burgers zouden kunnen zien. Wat doet dat als je één of meerdere van deze kenmerken hebt op je gezondheid? Hè? Ja. En wat met andere woorden, moet de overheid gaan doen, specifieke acties, beleid, om die zaken die we daarin kunnen vaststellen te kunnen remediëren? Hè? Dat zijn elementen die nu niet bevraagd worden. En zo kan ik nog heel wat onderzoeksprojecten van de overheden opnoemen die zij financieren, die om de 4-5 jaar plaatsvinden, waar je mooie longitudinale data hebt over de gezondheid van de Belg, zonder enige informatie over alle kenmerken waar we het vandaag over hebben. En dan denk ik, daar ligt een gemiste kans en daar ligt een opdracht voor de overheid om samen met wetenschappers en middenveld te gaan nadenken welke vragen kunnen we dan opnemen en op een manier dat die ook kunnen herhaald worden in de toekomst en dat die zo inclusief mogelijk zijn geformuleerd en ons data opleveren die veel rijker zal zijn, die veel meer interessante analyses zal toelaten en ook een veel gepaster beleid met zich mee zal kunnen brengen.
Oké, ik zal oppikken op je laatste interventie om een vraag te stellen aan de andere. Je vais poser une question et on va conclure. Hein. On est déjà au bout d'une heure de débat. Je pense que vous avez souligné, par rapport à ce qui a été présenté, un point important dans les lacunes qui existent aujourd'hui. Et je voudrais peut-être poser aux autres membres du panel de se dire, dans les lacunes qui ont été présentées ou dans les recommandations qui sont formulées, s'il y en a une que vous devriez mettre en avant, laquelle est-ce? Une que vous trouvez vraiment essentielle ou importante. Donc, une forme de lacune de unbundling die zo belangrijk is voor u. Ik weet niet wie begint. Adjip, ja, tu veux commencer? Je peux en donner deux. Donc, la première, c'est qu'on sent bien aujourd'hui dans les politiques publiques toute l'attention sur la dimension du genre et notamment ce lien avec l'intersectionnalité. Donc, je pense qu'il est essentiel dans ces données égalité que nous puissions le plus souvent possible essayer d'avoir une vision sur la dimension genrée. Parce que pour beaucoup de personnes qui vivent des discriminations, la dimension genre est souvent un élément supplémentaire qui renforce des obstacles dans la participation à la société. Et surtout que ces informations-là, à mon sens, elles sont disponibles. Et donc, ce n'est pas une information qui serait difficile à trouver. Donc ça, ce serait ma première demande. Et la deuxième, et je reprends ce que Ralia a dit, c'est la donnée académique. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de rendre accessible à la population les informations académiques. Et même si des travaux existent et que malheureusement, ils sont payants, donc la question de l'accès à cette information, mais on pourrait imaginer compléter une fiche, donner une partie de l'information dans ce Data Hub, et puis c'est peut-être aussi une porte pour avoir accès à cette recherche pour ceux qui souhaiteraient l'avoir davantage, même si évidemment l'idéal c'est d'avoir l'information disponible pour tout un chacun. Donc voilà pour moi deux éléments qui seraient utiles d'explorer pour améliorer encore cet outil, et encore bravo aux équipes. Oui, Neil. Kiezen is altijd verliezen. Ik wil misschien iets naar voren schuiven dat echt te maken heeft met de overheid en de verantwoordelijkheid van de overheid in dataverzameling. Er is de sociaal-economische monitor, die ook UNIA, de Vodwazo eigenlijk mee op de sporen heeft gezet op basis van de definitie die wij eigenlijk ook wel steunen. Die kruising van databanken, die kan eigenlijk ook echt wel breed uitgerold worden voor andere domeinen. En voor de domeinen waar dat vandaag de dag eigenlijk nog niet gebeurt. Hè. Er is hier gesproken over gezondheidszorg. Hè. Daar zou het dan moeten gebeuren, maar ook onderwijs. Hè. Vandaag de dag wordt er binnen onderwijs vooral gewerkt met de proxy thuistaal. Elke definitie heeft uiteraard zijn voor- en zijn nadelen. Maar thuistaal heeft wel als gevolg dat in het beleid ook een misschien soms een buitenmatige focus op die anderstaligheid brengt. En dat er eigenlijk misschien voorbij wordt gegaan aan andere oorzaken eigenlijk voor het achterblijven van mensen met een migratieachtergrond in de statistieken qua onderwijs. Dus die ver doorgedreven monitoring op basis van koppeling van administratieve databanken, we vinden dat de overheid die zou moeten doen in alle domeinen. En dat geldt even goed voor politie en justitie. Dus dat is een beetje de oproep dat de overheid ook haar verantwoordelijkheid opneemt en dat het niet alleen is aan de academici en aan het middenveld om data te verzamelen, maar dat het langs beide kanten moet komen, maar dan wel participatief. Bedankt. Galia? Oui. C'est très difficile de se limiter à une recommandation parce qu'évidemment, il y a la question de certaines formes spécifiques de racisme, certains groupes spécifiques qui sont invisibilisés, la question de certains secteurs, notamment celui de la santé, qui sont pas assez, où il n'y a pas assez d'enquêtes. Mais j'insisterai quand même sur la plateforme parce que ça me semble vraiment être la condition pour un véritable développement, déploiement de ces quality data, et notamment parce que ce serait ce cadre dans lequel cette rencontre entre les différentes parties prenantes pourrait avoir lieu, mais aussi qui serait garant de la finalité de l'utilisation de ces données et qui permettrait une sorte d'émulation parce qu'à travers par exemple,
une journée d'études ou un colloque annuel qui ferait l'état des lieux des savoirs autour des discriminations et qui intégrerait la société civile pour débattre et pour lancer des nouveaux thèmes. Par exemple, à travers un ensemble d'événements, en fait, on peut faire vivre les débats entre les parties prenantes, co-inclure leurs différents points de vue et aussi produire, je pense, des guidelines, par exemple, pour les administrations, pour, on a parlé d'autres acteurs peut-être un peu plus éloignés du terrain et qui pourraient vraiment servir de normes pour les guider dans la manière de mettre en œuvre une perspective intersectionnelle, de bien penser à tous les groupes invisibilisés dans les groupes eux-mêmes déjà discriminés, etc. Et donc, je crois que cette plateforme est vraiment voilà, une condition de la réussite de ce beau projet. Et je vous remercie encore. Merci. Je vais clôturer ici en remerciant vivement nos quatre panélistes de leur participation, de leur présence, de leur intervention. Il y a encore des questions qui sont arrivées, on ne sait pas y répondre. Je vais juste dire qu'il y avait une question sur le point de vue des auteurs de discrimination est rarement pris en compte dans les études et les recherches, ce qui me permet de dire que quelqu'un comme Joachim Vrieling, par exemple, a fait sa thèse de doctorat sur les auteurs de hate speech et hate crime. Donc il y a des choses qui se font dans ce cadre-là, mais c'est plutôt une recherche qualitative que quantitative, mais voilà, donc il y a des choses qui se font quand même, et donc s'il y en a qui sont intéressés, il y a moyen de retrouver cela dans ce cadre-là. Merci beaucoup à vous, merci au public pour les questions et votre participation, et je donne la parole maintenant à Tine pour quelques mots de conclusion. Merci. We zijn bijna aangekomen aan het einde van deze conferentie. Ik onthoud vooral dat equality data essentieel zijn om ongelijkheid te monitoren, ongelijkheid of gelijkheid in onze samenleving. Onzichtbare vormen van discriminatie kunnen erdoor zichtbaar gemaakt worden, maar eveneens, en dat moet ook benadrukt worden, je kan er ook de positieve kant van zien, want het is ook op die manier dat we vooruitgang kunnen merken in onze samenleving, zien welke data doorheen de tijd toch verbetering tonen. Beleidsvorming op basis van feiten is nodig. Meten is weten en is essentieel. Maar het is niet genoeg. De overheden worden duidelijk uitgenodigd om met die data aan de slag te gaan. De data waren versnipperd en er was geen zicht op hiaten. Die data zijn nu samengebracht in een datahub en het is wenselijk dat iedereen hiermee aan de slag gaat en dat iedereen zich ook aangesproken voelt om die datahub mee up-to-date te houden. Die hiaten die de mapping heeft blootgelegd en ook de aanbevelingen dienen nu vooral vooropgesteld te worden. De hoofddoelstelling hierbij is een duurzame strategie te ontwikkelen rond equality data. Hierbij is van belang om de terughoudendheid van overheden om data te gaan genereren omwille van de privacywetgeving weg te werken. Overheden waren heel lang aarzelend, maar gelukkig merken we daar een goede evolutie, want er is nood aan visibiliteit van alle groepen binnen onze samenleving. Door dataverzameling beginnen politieke zaken te bewegen. Vandaar het belang van de samenleving, voor de samenleving om hier ook onderzoekers en het middenveld bij te betrekken. Er werd herhaaldelijk op gewezen dat de overheden reeds interessante onderzoeken en monitoringsoefeningen voeren, maar dat hierbij nog meer criteria in rekening kunnen gebracht worden en dat monitoring en ook in bepaalde beleidsdomeinen verder uitgebreid kan worden. Ook is er veel belang gehecht aan het feit dat academische onderzoeken gevaloriseerd moeten worden.
De lacunes zijn talrijk, dus zowel wat betreft de gegevens per beschermde criteria, maar ook wat het type gegevens betreft. Er is nood aan meer discriminatietesten, meer intersectionele data, meer coördinatie en meer onderzoek naar hoe concepten meetbaar gemaakt kunnen worden. Belangrijk is vooral om deze lacunes die nu vastgesteld werden weg te werken. Maar zowel onze panelisten als de vragen uit het publiek wijzen op het belang van een gepaste, transparante methodologie met oog voor het ethisch kader, respect voor de wetgeving en een legitiem doel voor ogen. Donc, Louise Rachel, notre panéliste et vous. Notre audience avait lancé l'appel de vraiment utiliser le Data Hub et de la tenir à jour. Il y a eu une demande explicite aux journalistes et au gouvernement de vraiment utiliser les données mises à disposition via ce Data Hub. On a à plusieurs reprises souligné l'importance d'aborder des approches intersectionnelles et on devrait mettre en musique les données récoltées. On a également parlé à plusieurs reprises, et c'est une des recommandations très concrètes du rapport même, de la création d'une plateforme de concertation sur les données relatives à l'égalité, dans laquelle on est vraiment invité à impliquer tous les groupes cibles. Il s'agit non seulement d'une recommandation d'UNIA, mais clairement aussi des panélistes et de l'audience. Il est très important de créer la confiance des groupes concernés dans le développement des méthodes qui permettront à obtenir plus de données liées à l'égalité. L'autodéfinition est un des éléments cruciaux là-dedans. Pour finir, je tiens à exprimer mes remerciements à tout le monde, mais en particulier tout d'abord à UNIA, d'avoir été prêt à nous lancer dans ce projet et pour la bonne collaboration tout au long du projet. Je tiens particulièrement à remercier Louise et Rachel pour tous vos efforts dans des circonstances difficiles. Merci aux panélistes pour avoir partagé votre point de vue sur la politique liée aux données relatives à l'égalité. Merci aux membres des groupes consultatifs pour votre feedback et engagement. Merci à l'audience pour votre intérêt. Et last but not least, un grand merci aux collaborateurs de la cellule Égalité des chances. En ce qui concerne la préparation du projet, un grand merci à Eric Van den Bosch, à Laura et Bénédicte pour le suivi du projet et un grand merci à Michel pour l'organisation de la conférence. Maintenant, je souhaite passer la parole à notre secrétaire d'État, Sarah Schlitz, qui va vous donner le discours de clôture. Merci. En fait, je ne sais pas poser mes feuilles. Je ne sais pas si c'est possible d'enlever l'ordinateur. Ou... Merci. Je vais le faire. Oui, au dernier moment. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Maintenant, je vous vois en vrai. Tout à l'heure, je vous ai vu à travers des écrans interposés. Je tiens aussi alors à saluer tous les participants, toutes les participantes qui nous regardent aujourd'hui et qui malheureusement ne peuvent pas partager ce moment avec nous. Mais on ne vous oublie pas. Et j'espère que, comme moi, ils ont pu vraiment apprécier cette conférence de grande qualité. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les intervenants et intervenantes
pour leurs interventions qui étaient vraiment très pertinentes. J'ai retenu pas mal d'éléments pour la suite de mon travail. Et je suis aussi heureuse et fière de constater tout le travail accompli dans le cadre de ce projet. Latewe Erlogzein, Dorsne Burgers vind de Equality Data niet sexy. Als Politica weet ik dat ik hiermee geen stemmen ga winnen. Toch ben ik er sterk van overtuigd dat Equality Data essentieel zijn als basis voor een degelijk evidence-based beleid. Hierin sta ik niet alleen. Ook het federaal regeerakkoord van oktober stelde dit expliciet. Er is op dit vlak nog veel werk aan de winkel. Les organes de surveillance des Nations Unies et du Conseil de l'Europe réclament régulièrement des données spécifiques sur l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations et nous recommandent d'améliorer notre collecte de données. En avril dernier, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a encore adressé de nombreuses recommandations à la Belgique. Il est grand temps que nous optimisions nos données relatives à l'égalité. Binnen één jaar dient België zich op dit punt zelf opnieuw te verantwoorden. We zullen dus uitleg moeten geven bij de vooruitgang die we konden realiseren. Anders gezegd, het project dat we deze ochtend voorgesteld kregen, is essentieel. En vooral de aanbevelingen die eruit voorkomen, net als het vervolgproject, zijn cruciaal om die vooruitgang te realiseren. Une difficulté à laquelle nous faisons face est de ne pas avoir une seule et unique autorité compétente. Les initiatives sont dispersées et souvent destinées à des besoins spécifiques rencontrés par des gouvernements successifs. Cela n'est ni stratégique ni efficace. L'égalité des chances est déjà une matière transversale en soi, qui touche à de nombreux domaines politiques. Il est donc primordial de coordonner et centraliser les données et les savoirs disponibles. Dans le cadre des discussions préparatoires au plan d'action national contre le racisme, je constate par exemple encore beaucoup de réticence à conserver les données utiles à l'égalité, comme les statistiques ethniques. Et déjà rien que pour cette raison, j'accueille à bras ouverts le rapport d'UNIA qui nous explique dans quel cadre la conservation de ces données peut être faite. Cela permettra, en premier lieu, de rassurer les décideurs politiques et, espérons-le, de les convaincre de prendre les mesures nécessaires. Je constate avec enthousiasme que la société civile elle-même défend avec ferveur le fait de conserver davantage de données relatives à l'égalité. Dat brengt me bij een ander element, waar ik persoonlijk veel belang aan hecht. De participatie van het maatschappelijk middenveld. Het rapport van UNIA onderstreept het belang van de participatie van de betrokken groepen. Nothing about us without us. Geldt dus evengoed wanneer we het over equality data hebben. Deze mensenrechten benadering is voor mij een absolute leidraad. J'ai par ailleurs bien entendu les interpellations concernant les tests de discrimination, et vous avez été plusieurs à les mentionner. Et je vous rejoins tout à fait. Ces tests sont aujourd'hui sous-utilisés. Une réforme législative est en cours afin d'en faciliter l'usage parce que pour le moment, pour pouvoir enclencher un test, il faut à la fois des indications objectives de discrimination, une plainte étayée ou un signalement et des résultats de data mining et data matching. Or, avec cette modification en cours, il ne faudra plus remplir qu'une seule de ces trois conditions pour permettre aux inspecteurs de se présenter comme des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels pour vérifier si une discrimination a été ou est commise. Un autre changement que cette loi va permettre, c'est que ces tests pourront être utilisés pour chacun des critères protégés par nos lois antidiscrimination. Et j'ai aussi bien noté que l'accès aux données qui en ressortent serait très utile, évidemment, quand cela s'avère nécessaire. Je m'engage également devant vous à négocier les moyens nécessaires pour pérenniser l'Improving Equality Data Collection in Belgium. Dans cette première phase, le projet se limite, comme on l'a dit ce matin, aux critères dits raciaux, aux critères de conviction religieuse et philosophique et aux critères LGBTQI+. D'autres critères, comme le handicap, l'état de santé, l'âge, ne sont pour le moment donc pas pris en considération. Pourtant, il est crucial de pouvoir réaliser cet état des lieux complet afin de pouvoir mettre sur pied ce data hub. Et également, si on veut adopter une approche intersectionnelle, comme vous avez été plusieurs à le mentionner également ce matin, et pouvoir la pousser le plus loin possible, il faut qu'un maximum de critères soit couvert. J'insiste aussi sur la nécessité qu'il soit accessible au plus grand nombre, et donc c'est en ça que je trouve le projet admirable par son côté collaboratif.
pour que décideurs politiques, académiques, société civile et même de simples citoyens puissent s'en saisir. Darnast, engagé rythmé, me hortou, homme de Anbevelinge, dit we van morgen horde, grondicht en zere, en deze ook op politieke niveau aan te kaarten. Niet alleen met mijn collega's uit de federale regering, maar ook met mijn collega's van de Delstaten. Ik wens bovenal mijn oprechte dank uit te drukken aan tal van instanties. Ten eerste aan UNIA en mijn administratie, die ondanks de zeer hoge werkdruk en de moeilijke omstandigheden dit project succesvol konden realiseren. Ensuite, je voudrais remercier les gouvernements, les représentants de la société civile et du monde académique pour vos précieux inputs. Sans cela, ce projet n'aurait tout simplement pas vu le jour. Finally, I would like to thank the European Commission for the financial support given to this project, but also for the fruits of all the work carried out within the subgroup on equality data. The guidelines developed by this working group clearly help the researchers in this project. Tot slot wens ik elke deelnemer aan deze conferentie te bedanken. Dank voor uw interesse en uw kostbare tijd. Nous avons besoin que chacune et chacun d'entre vous contribue à rappeler l'importance de ces données relatives à l'égalité au sein de vos organisations et partout ailleurs, afin que la Belgique mette en œuvre une politique cohérente, équitable et égalitaire avec nous toutes et tous. Merci beaucoup.